Vanavond thuis ook, daar zijn we weer. Hebben we de nieuwe revue? Hebben we de vorige ook gezien? Nee, dat zal niet, hè? Dat had u niet weer afgestemd, hè? De tweede keer, de laatste show ook, hè? Het is de laatste revue, dus goed kijken, want na deze zien we niet meer, hè? Ja. We gaan dus gauw beginnen. En het leek wel leuk, het begin van de revue. En je moet altijd beginnen Even, één ogenblikje, dames en heren. Ogenblik. Wat is er dan? En kun jij je herinneren dat ik jou een tijdje geleden 10 gulden heb geleend? Nee. We gaan gauw verder. Toen had je helemaal geen geld bij je, toen heb ik jou even een tientje gegeven. Kan ik het even terugkrijgen? Wat zijn met de televisie? Alles, iedereen kijkt dan. Sta je nou zenuwachtig te doen? Je kan toch rustig even mij dat tientje teruggeven? Ik heb geen geld bij me. Geen geld bij je? Nee, waarom moet ik geld op toneel? Er is niks te kopen hier. Waar heb ik geld voor nodig dan? Maar je hebt toch altijd geld bij je? Ik moet afrekenen nu. Ik heb het direct nodig. Ik heb het nou niet. We zijn net begonnen. Leen het dan even. Ja hoor, ik ga meest alleen hier op de... Nou, hier aan Ruud of van Flip of zo vragen van die jongens of die hebben... Of ik de mensen hier in de zaal. De mensen in de zaal. Excuus thuis even. Is er iemand die even een tientje moet even een tientje lenen? Die gek, ik heb geld aan hem geleend. Nou moet hij een tientje hebben. Even een tientje. Er komt iemand. Ik heb 5 gulden voor u. 5 gulden? Ja, dat is de helft. Ik heb het gaat om 10. Heb je, hij heeft 5 gulden. Wacht nog maar, dan ben ik vastgeholpen. Oh, hij is vastgeholpen. Perfect. Nou hier, 5 gulden, kom op. Dank u wel, meneer. Dank je wel. Dan gaan we nu gauw beginnen. Wacht nou even. Nou krijg ik nog 5 gulden van je, hoor. Ja. Nou krijg je nog 5 gulden van me. Ja. Jongen, joh, wat een bedrag, hè. Moet het nou per se geroepen worden dat in de televisie iedereen in het land hoort? Heb u dat gehoord? Van dus grote kerel 5 gulden van. Wat een bedrag, zeg. Jongen, joh, dat vind ik nou zo mee om de... Ik ga douchen. Ik word er zo moe van, hè. Wat maakt hij een kabaal, hè, voor iets heel gewoons? Nou ja, oké, ik heb vast 5 gulden. Dames en heren, we gaan dus lekker beginnen met ons programma. Jubileum Revue, we gaan op reis met z'n allen. En dat... Ja, Frans. Dank u zeer. Mag ik je heel even storen, Frans? Zeg Frans, kan jij je herinneren dat je mij, dat ik jou verleden week 10 gulden heb geleend? 10 gulden? Ja, inderdaad. Ja, hè? Ja. Nou, en weet je wat het probleem is? Ik heb het heel erg hard nodig. Je moet nu die 10 gulden hebben. Ja, heel graag. Die heb ik niet voor je, maar ik kan je wel vast helpen met 5. Nou ja, daar ben ik in elk geval erg mee geholpen. Oké. Ja, dankjewel. Goed. Zeg, maar dan krijg ik nog 5 gulden van je. Ja, ik kan ook wel rekenen. 5 en 5 is 10. Ja. Zoek het maar uit. Nou ja, dan moet je niet zo kwaad zien. Zeg, dat is ook gauw aangebracht. Ik even zien. Ja. Kun jij nog eerder dat ik jou een keer 10 gulden heb geleend? 10 gulden? Je hebt er van die schuivers nodig in je schoenen, weet je wel. Ja, van die zweep. Heb ik toen 10 gulden? Zou ik die nou terug kunnen krijgen? Ik moet afrekenen. Ik heb nu ineens nodig. Heb je 10 gulden? Maar mijn probleem is, ik heb alleen maar 5. Ja, maar ik heb je 10 geleend. Kun je nog eerder? Ik heb er 10. Ja, maar neem deze 5 dan vast. Ja, ik ben wel vast geholpen. Maar dan krijg ik er dus nog 5 van je, hè? Want ik heb er 10 keer geleend. Ja hoor, ja, je krijgt nog 5 gulden. Leuk, leuk om dat even aan plein publiek in mijn gezicht te slingeren. Nog 5 gulden. Weet je wat jij doet? Ja. Je bekijkt het maar. Tot ziens. Ik mag toch wel al mijn geld graven? Nou, maar dan gek. Nou, dan kunnen we eindelijk beginnen met zeg, het programma. André, je hebt nu geld gekregen. Je hebt weer 5 gulden. Kun je aan mij geven? Huh? Als je mij die 5 gulden geeft, dan heb je mij een tientje betaald. Ook de mengt van jou, hè? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Ja. Oké, okay. Heb ik jou gezegd. Zo, dan gaan we lekker verder. Beginnen met het programma. Hey, dat vind ik ook. Hallo, Frans. Ik zie dat je wat geld hebt. Zeg, en ik kreeg van jou nog 5 gulden, ik hè? Weet je nog wat wel? Je bedoelt. Hier heb je de tweede 5 gulden. Nou, dankjewel. Prima. Ja, hoor maar. Zo. Maar dan kan je met mij ook weer afrekenen, want dan ben je van mij ook afgelijk. Want ik heb ook nog 5 gulden. Dat is waar, ja. Als je bent gek, heb ik ook een tientje van jou gehad. Zeg, jullie zijn kiet, wij zijn kiet, wij ook. We hebben geen schuld meer. Het is voor elkaar. En we hebben nog 5 gulden over, hoor. Ja. Thank you.
Thank you.
Ik ben er klaar voor. Ik ben er ook klaar voor. En ik ben er nog het meeste klaar. Zet graag tot volgende week. Hey, waar ken ik u van? Maar meneer De Winter, we kennen elkaar toch van kantoor? Oh ja? Jawel, ik zit boven. Hoofd en ik zeker beneden. Ja, precies. Opgelost. Goedenavond. Ach, meneer De Wit, wat gaat u vanavond doen? Ik ga vanavond bowlen. Oh ja. Ja, ik heb afgesproken met een groep Belgen, dus zal wel gezellig worden. Mooi. Goedenavond, bedankt voor het praten. Ja. Dat zal toch niet zo laat worden, dat bowlen, meneer De Wit? Nee, hooguit een uur of 11, want ik wil morgen weer fris op kantoor zijn, hè? Ja, begrijp ik. Heb ik door. Ach, meneer De Wit, ik zou u als goede collega iets willen vragen. Ik heb geen geld bij me, hoor. Nee, dat bedoel ik niet. Nee, het is namelijk zo dat ze hebben vandaag op kantoor bij een grapje uitgehaald. Oh. En dan wil ik zo graag maar terug doen. Oh. Kent u die man van de boekhouding, een zekere Willems? Willems? Ja. Willems. Hoe heet die? Willems. Dat is de naam? Ja. Willems. Oh, waar? Korte, dikke man. Ja. Beetje kalend. Precies. Rijdt een oude Volkswagen. Ja. Nee, die ken ik niet. Nee, man, wacht nou even. Dit is juist mooi, want dan kent hij u ook niet. Opgelost. Nee. Meneer De Wit, voelt u er iets voor om vanavond laat met die Willems grap uit te halen? Een grap? Ja. Oh, daar ben ik altijd vreemd, want ik ben een geinige ponem namelijk, hè. Is het een leuke grap? Ik kan u zeggen, meneer De Wit, het is een giller als ik er nou aan denk. Oh jee. Wat is? Die moet ik er nou al om lachen. Oh, je staat te lachen. Ja. Nou, afwaar. Dus moet u luisteren. Wie? Ja. Willems, die woont op de Stationsweg 34. Nou, daar kan ik nog niet om lachen. Hè. Eén hoog. Als u nou vanavond van de bowling naar huis gaat, gaat u even langs bij Willems en u belt aan. Oh, nou ho, wacht. Ik zeg net 11 uur klaar met bowling, maar dat kan ook wel eens 11:30, 12 uur zijn. Liggen die mensen al op bed? Het is nooit leuk als die mensen uit bed gaat bellen natuurlijk, hè. Kun je het een andere keer doen, op een weekend of een doordeweekse dag. Bedankt voor het praten. Nee, het is juist de bedoeling dat het zo laat is. Hoort bij de grap. Nou, goed hè, dus u belt aan. Ja? Nou, dan weet ik precies hoe dat gaat, want ik ben al eens eerder bij die Willems geweest. Oh. Aardige vent. Oh, ja. Dan doet hij altijd het raam open en dan roept hij, wie is daar? Wie is daar? Ja. Nou, en dan zegt u... Ik ben het. Nee. Ben ik het niet? Jawel, natuurlijk ik wel. Ik heb toch net gaan bellen? Ja. Dan ben ik het toch? Ja, maar we zeggen wat anders. Oh, u bent erbij? Nee, natuurlijk niet. Omdat u zegt, we zeggen wat anders? Ja, dat zeg ik bij wijze van spreken, maar ik ben er niet bij natuurlijk, anders vraag ik het niet aan u. Oh, u bent er niet bij? Ik ben er niet bij, nee. Oh, dan kan je ook niks zeggen ook. Nee, precies. Nou, maar dan roept u, meneer Willems, er is een vreemde vent bij uw huis. Het is niet waar. Nee, dat zeggen we gewoon, hè? Hij is er niet. Nee, hij is er niet. Waarom zeggen we dat dan? Maak je toch mensen broodeloos ongerust? Nee, dat hoort in de grap. Dat komt later. Oh, hij komt later, die vent. Nee. Die man is in het geheel niet aanwezig. Die komt niet. Kan die niet? Kunnen we dan niet beter een keer doen dat die vent ook kan? Dan klopt het toch veel leuker? Nee, die man die is helemaal niet in dat huis. Die is niet ter plekke. Oh. Nou ja, goed, in elk geval, dan roept Willems. Ja. Waar is hij dan? Ja. Dat moet hij nooit gaan roepen, wat moet ik dan zeggen? Dan loopt de hele zaak klem. Waar is hij dan? Hij is er toch niet? Nee. Maar dan zegt u... Nou? Nou, die hangt op het ogenblik uit het raam. Is hij er nou wel of is hij er nou niet? Hij hangt nou ineens uit het raam en daarnet was hij er nog niet. Dat is een ander... Zijn er twee? Nee! Dat is Willems. Nou, ik vertel hem nog één keertje van voren van, goed? Ik begrijp helemaal. Ja. Nou, even to the point. Ja, even to the point. To the point, ja.
Dus u belt aan. Ik bel aan. Ja. Even tussendoor. Ja. Ik heb er niks mee te maken. Nee, oké. Is het een trekbel of een drukbel? Wat doet dat nou voor zaken? In verband met aanbellen. O ja. Als je trekt aan een drukbel of je drukt om een trekbel, belt er niks. Even die vorm. Ja, sorry, ik kwam iets los. Kan gebeuren. Begrijp u mijn probleem? Ja, dat is niet. Dat is heel ernstig. Ik sta alleen voor die deur. Met die zorg. Ja. Zal ik zo doen dat ik op dat moment zelf een beslissing neem? Nou, als u doen, als dat gaat, heel graag. Laat ik dat maar doen, hè? Ja. Oké, dan neem ik op dat moment... kijk ik wat ik doe, of ik trek eraan of ik druk erop. Ja. Nou, dat is groot. Dank u. Ik ben trots op u, meneer De Wit. Dank u wel, het is even doorzetten. Ja, u bent een kanjer. Ja, och, ik heb wel eens meer gebeld in mijn leven natuurlijk, maar... Dit is even nieuw voor mij, hè? Ja. Omdat je van tevoren niet weet wat het wordt, hè? Nee. Maar goed, ik bekijk hem wel. Geweldig. Nou, dus de bel is nu klaar? Nou, ik ga dat bekijken. Ja. Mooi. Goed. Ja. Nou weet ik toch mooi niet meer waar ik gebleven ben, hè, meneer De Wit? Ik word gek van u. Ja? Ja. Heb ik het voor elkaar, hè? 100%. Nou, in elk geval, dan roept u, gebeld heeft u. Ja, ik heb... Ja. Onder voorbehoud, hè? Ja. Nou, dan komt Willems. Nee, eerst ging het raam open. Ja. Dat weet ik nog goed. Eerst ging het raam open. Lijkt me prettig voor Willems, hè? Ja. Voor het raam is het ook beter. Nou, in elk geval, dan roept u, denk ik. Tuurlijk. Meneer Willems, er is een vreemde fan bij uw huis. Vraagt Willems natuurlijk, waar is hij dan? Ja. Zegt u, nou, die hangt op het ogenblik uit het raam. Kadang, hè? Ja. Ja, ik moet nou niet meer zo lachen, omdat ik hem net al gehoord had natuurlijk, hè? Nou, ik ga er vanavond wel langs. Ik moet er toch een eind voor omlopen, dus maakt mij niet uit. Heel graag. Willem zou wel een beetje gaan schreeuwen en schelden, maar rustig laten gaan. Oh. U zegt gewoon heel kalm en rustig. No. Nou, goeienacht en welterusten. En maak dat u wegkomt. Trippel, 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 trippel. Ja. En komt u morgen op kantoor even vertellen bij de koffie hoe de hele grap verlopen is? Nou, als u wilt doen, graag. Heel graag. Meneer De Wit, hartelijk dank voor de medewerking en tot een morgen. Meneer Willems. Lopen er wat los? Nou, we gaan voorlopig eens bowlen. Daar heb ik meer gezelligheid in. Wat een flauwekul, zeg. Daar word ik er gek van. Nou, is voor het eerst een lantaarnpaal tegen mij oploopt. maar even graag, hè. Ben ik nou al wezen bolen? Die is ineens totaal veranderd hier. U weet ook van niks. Nou, dank voor de informatie. Nou, lekker gebold. Nou gaan we lachen hoor. Hier woont Willems. Zeker bij Sporthuis Centrum laten bouwen. Nou ja. Hulde. Ja, hallo, wie is daar? Ah.
Kopje koffie, glazen wasser. Wil je die eend in je tas doen? Dag mevrouw. Dag meneer. Ja. Ja. Moet u horen. Er is een vreemde vent bij u in huis. En hij hangt op het ogenblik uit het raam. Ik ga even mijn man roepen. Ja, misschien dat hij er meer van weet, hè? Oh, Karel? Ja, kom eens hier. Er staat zo'n gekke vent. Hij zit aan het vreemde vent. Laat mij maar eens even kijken. Ik ga even beneden kijken. Hallo, wie is daar? Ah, dat kleine meid. Is je vader thuis? Ik ben Willem Suis. Oh, dan moet ik u net hebben. Meneer Willems, goed opletten, want hij is kadang. Meneer Willems, ja. Er is een vreemde vent bij u in huis. Hij gaat verdikken waar. Ja, hij hangt op het ogenblik uit het raam. Goeienacht en wel te rusten. Trippel, 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 trippel. Meneer, ik zie helemaal niemand en ik heb maar één rem. Oh. Nou ja, dit was hem. Ik ga eens uit de wind zitten. Bedankt voor het praten. Nee, hallo, hallo meneer. Zo maakt u ons ongerust, doen we geen oog meer dicht. Kijk, hier zijn de huissleutels. De huissleutels. Als u even binnenkomt en precies weet waar die vreemde vent is. Nee, u begrijpt hem niet. Hij is uit al. Dit was hem. Hij is klaar. Nee. Jawel. Kijk, wat anders doen we. Nee, meer is er niet. Trouwens, ik heb verder geen tijd. Ik moet morgen weer vroeg naar kantoor. We zijn met z'n tweeën. Ik zou hem eerst naar huis brengen. Kom Nico, dan breng ik je vast die kant op. Hallo. Hallo. Terugkom. Dat kan zo niet, hè? Je kan er niet met een jantje van leden af gaan maken. Anders doen wij genoeg meer dicht. Je komt naar binnen en dan wees je precies aan waar die vreemde vent is. Ik heb allemaal niks meer van de gezeur, was ik maar doorgelopen, zeg. Anders, maar hallo, daar wordt er niet goed van. Heb jij wat gezien? Ik er niet. Nou, zie je wel, die vent die staat te baselen, maar hij komt boven. Wat zeg je nou, komt hij boven? Ja, hij komt boven en dan kan hij precies wezen waar die vreemde vent is. Daar komt hij aan. Zo, u hebt een grote poes. Ja, pas op de kat. Je mag wel eens gedampt worden, hè? Voorzichtig met de kat. Zeker klem gezeten of zo. Bij het boontjes afhalen. Nou, meneer. Ik heb hem net geborsteld, hoor. Oh. Zeg, waar is nou die vreemde vent? Nou, als je op straat staat, zie je hem uit het raam hangen. Als je beneden staat, zie je hem ook. Dan ga ik toch eens beneden kijken. Ja, wil u dat doen? Karel? Absoluut. Ja. Want ik moet haring of keut hebben. Natuurlijk. Oh, wil u van mij een potje rolmops meenemen dan? Zo, je bent nog laat open. Zo, nou, ik zie absoluut geen vreemde vent. Niet? Nee. Hoe is het mogelijk? Ja, ik zie er wel één, maar daar ben u. Nee. Jawel, ik zie duidelijk een raar kereltje met een pet. Nee, ik kan het nooit geweest zijn, want ik stond net op straat. Dat is waar. Dat is zo. En toen u hier stond, dan kom ik nog een keer binnen, kijk. Kunt u niet vervelend? Jawel. Ja, graag. Zo, hou u toch niet uit de slaap, mevrouw? Nee, ik sliep nog niet. Oh, wat was u dan aan het doen? Ik lag te lezen. Oh, hebben uw zuigmappen onder de snijbonenmolen zitten? Nou, makkelijk zitten. Zo, ik heb overal gekeken en er is nergens een vreemde vent te pakken. Niet? Nee. Hoe is het mogelijk? Ach, Hattie. Ja, lieverd. Zou jij eens even beneden willen kijken wat jij ziet? Tuurlijk, schat. Heel graag. Ja, daar komt mijn vrouw, heb namelijk heel scherpe ogen. Oh. Ja. Oh. Waarom hebt u dan gekozen? Omdat ze scherpe ogen had, natuurlijk. Oh, ja. Kijk, daar komt ze al. Hallo, Poedeloedoe. Ah, Poedeloedoe.
Wat gebeurt er allemaal? Zeg jij eens een, lieverd, hoeveel kerels zie jij nou hangen? Twee. Alsjeblieft, hoor het van je eigen poedel. Twee? Twee. Kom boven, dat moet ik ook zien. Ik wou dat ik er niet aan begonnen was, wat een gezeur allemaal. Zeg. En ik zie er ook nog steeds de grap niet van. Maar het zal zoveel komen, we gaan zoveel scheuren met z'n allen natuurlijk. Hè. Wie de bruik te pakken krijgt, ik ram hem helemaal in mijn kat. Wat gebeurt er? Ik zie absoluut geen tweede vreemde vent. Hoe? U zag er zuiver... Nou, die kun je afvoeren. Zij zag er twee hangen. Wat zag ze nou? Ja, dat weet ze. Ik zag er twee hangen, hoor. Wacht eens even, 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 wacht eens even. Zal ik intussen eens kijken of ik de zuignapjes los kan krijgen van Polen? Wacht eens even, poedeloedoe. Hoe zagen die twee kerels eruit? Nou, die ene was meneer hier en die andere was jij. Tjong, 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 tjong. Wat moet ik lachen? Eerlijk? Oh, wat moet ik lachen? Graag gedaan. Ach, mama, de flauwekul. Ik zei, de deur is in het slot gevallen. Oh, nee. Kom de sleutels naar beneden. Oh, je kan niet anders zijn, je kan te wel. Nee. Dit vertellen, ik kan er niet om lachen. Nou sta ik hier buiten midden in de nacht in mijn pyjama. Nou kan ik niet eens mijn eigen huis in. Nou begrijp ik de grappen niet. Natuurlijk, meneer. Goeienacht en wel terug. Blijf. Geachte consumentenman. Ieder jaar gaan wij met vakantie op vakantie. Tot nu toe is dat echt steeds een geroute teleurstelling geworden. Wij boeken onze vakantie altijd bij reisbureau Platje. Dus daar kan het niet aan liggen. Het eerste jaar waren wij met vakantie in een vakantiekamp. Wat een ellende. Ik kom daar de kampleider tegen. Die liep de hele dag rond in een oud rockkostuum. Had hij gekocht van een pinguïn die geld nodig had. Ik zeg tegen die kampleider... Ben u de kampleider? Hij zegt ja. Ik zeg, oh ja. Hij zegt ja. Hij zegt, wat kan ik voor u doen? Ik zeg, wat kan u allemaal? Hij zegt, nee, wat zijn de problemen? Ik zeg, nou, het gaat over het dak van mijn vakantiehuisje. Hij zegt, wat is daarmee? Ik zeg, het zit er niet op. Het zat er niet op. Hij zegt, zat het er ook niet op toen u binnenkwam? Ik zeg, ja, maar toen ik het lichaam deed, kwam de hele zooi naar beneden. Bovenop mijn gleufvoet. Hij zegt, en wat nou? Ik zeg, is hier misschien een dokter in de buurt?
Hij zegt ja. Ik zeg, oh ja. Hij zegt ja. Ik erheen. Was een hele dikke man, die dokter. Beetje uitgezakt figuur. Dokter Oetke heette die. Ik zeg, ben u dokter Oetke? Ja, ik ben de plaatsvervanger van dokter Sjoep. Ik zeg, nou, dan kom ik volgend jaar wel terug. Want ik zie dat jouw uiterste verkoopdatum al lang verstreken is. Ik weg. Maar nou, het jaar daarop, geachte consumentenman, wilden wij met een cruiseschip. Met een boot. Maar dat was niks voor mij. Oh nee, nee. Wie heeft dat er nou bij geschreven? Oh nee, nee. Heb jij er te gauw tussen zitten schrijven? Oh nee, nee. Oh, wat moet ik daarom lachen, zeg. Nee, is niks voor mij. Oh nee, nee. Ik ben namelijk nogal gauw ziek. Zeeziek. Zeeziek. Ik was zo zeeziek. Ik zat in een groene dekstoel. En niemand zag mij meer zitten. Dus wij overgeboekt naar een hotel. Heel duur. Het was zo duur, ik kon de fooien niet eens betalen. Het was een hotel aan zee. Tenminste, zolang het app was. Maar dat gaf niet, want je kwam toch het hotel haast niet uit. Oh nee, nee. Hou nou eens op met het. Oh nee, nee, man. Tervelia. Er was namelijk ontbijt van 7 tot 11. Lunch van 12 tot 3. En diner van 6 tot 10. Dus wat hou je dan over om nog even naar buiten te gaan, nietwaar? Maar heel ziek. Heel ziek. Tijdens het eten ook. Zelfs de kikkerbilletjes droegen kleine pempertjes. Ook het hotel was prima. De bedden waren heel groot. Mijn bed was zo groot, daar lag nog een oude man in. Die was al 2 weken bezig om eruit te komen. Ik zei, nou, blijf maar liggen, oude man. Want wij gaan toch weg, hè. Mij te duur. Maar nou, vorig jaar, geachte consumentenman, hebben wij een pensioen geboekt. Een zogenaamde inpakken- en wegwezenreis. Alleen ik ben gebleven. De kamers waren heel klein. Mijn kamer was zo klein. De meubels waren op de muur getekend. Ik heb nog nooit zo'n armoeig pensioen gezien. Ook was het erg gehoorig. Je hoorde alles. Om 6:30 BV stond de werkster op om te BV. Oh, natuurlijk. Om 6:30, bijzonder vroeg, stond de werkster op om te gaan schoonmaken en daar werd ik dan al meteen wakker van. Om 7:00 stond de eigenares op voor de inkopen, werd ik ook wakker van. En om 7:30 stond de eigenaar zelf op, waar ik ook weer wakker van, zodat ik om 8:30 klaar wakker rechtop zat door hun 3 kinderen die ook nog eens even opstonden om naar school te gaan. Maar het was wel fijn dat ze allemaal op waren, want dan had ik het bed voor mij alleen. Niet dat zulke beste bedden waren, want ze stierven van de vlooien. Ik heb nog nooit zulke grote vlooien gezien. De vlooien waren zo groot. Als je niet zelf zorgde om 11:00 in bed te liggen, kwamen ze naar beneden om je te halen. Al met al een waardeloos pensioen, geachte consumentenman. Wij hopen hier ook niet meer te komen. De salo van hier, want ik las van de week in de krant, helemaal afgebrand. Hele pensioen met zich rondgelijk.
Schade werd geraamd op 42 gulden en een kwartje. Ik heb te lachen meer in Nederland. Hè? Er is niet veel meer te lachen in Nederland. Hè? Het wordt steeds minder het lachen. Hè? Er is niet veel te lachen meer. Hè? Ik zeg net tegen hun, ik zeg, er is niet veel te lachen meer in Nederland. Hè? Vroeger was er veel meer te lachen. Hè? Moet je nagaan, dit is nou de enige revue die we nog hadden. Dit is alles nog. En vroeger hadden we nog veel meer revues. We hadden zoveel revues. We hadden Snip en Snap en Loep Bendy en Buzio en Terhal en Heintje Davids. En, nou, er waren er zoveel. Je kon bijna iedere avond naar een revue toe. En dit was de laatste. Bestaat ook niet meer. Revue houdt op, jammer, hè. En, we hebben toch overal, het hele land door, de zalen allemaal vol gehad. En iedereen kwam de deur uit. Vanavond ook bent u ook allemaal weer de deur uit gegaan. En je gaat tegenwoordig niet zo makkelijk meer de deur uit, hè? Ja, als brand uitbreekt, dan moet je wel. Maar normaal gesproken doe je het er niet meer, hè? Nou ja, voorlopig zullen we elkaar in de zaal dus niet meer ontmoeten. Maar we houden natuurlijk wel contact via de radio en de televisie en de grammofoonplaat. Koop die dingen nou eens een keer. En laten we dan maar hopen dat het vlammetje van de revue toch nog ergens in Nederland een klein beetje blijft branden, want de revue mag toch nooit verloren gaan. Lang leven de revue! Hallo, Bob. Hallo, dit is Oscar. Waar? Ik geloof dat jullie heel veel gemeen met elkaar hebben. Nee? Ja, denk ik wel. Veel gemeen? Ik kan me niet voor. Hallo zeg. Hebben we iets gemeen? Ik heb geen enkel idee, dus geloof voor het eerst dat ik je zie. Ik zou niet weten wat wij gemeen doen. Zit jij misschien ook in de diplomatiek? Nee, ik ben lumpenjaarvuller. Dus dat is heel wat anders natuurlijk. Ja, dat is zeker anders. Wat moeten wij gemeen hebben? Misschien school? School? Nee, Rode. Nee, ik sta bij juffrouw Blafbaal. Ik heb 4 jaar bij juffrouw Blafbaal gezeten. Ik kon geen afscheid nemen. Leuk kort, dik mens. Daarom was ze bal, hè, bal. Maar ze rookte niet, ze zuigde. Zoog dan natuurlijk, hè. Maar ja, als lumpenjaarvuller praat je altijd alles door elkaar natuurlijk, hè. Ze zoog zware chic. Noemde we altijd Blafbaal, ze heet eigenlijk Schoorvoet, maar dat hebben we nooit gezegd. Kun je niet nadoen, hè, Schoorvoet. Ik vind het een interessant verhaal, maar het zegt me niks, zeg, hoor. Waar moeten wij elkaar voor kennen? Wat moeten wij gemeen... Wacht even, militaire dienst. Natuurlijk, dat moet dat het zijn, militaire dienst. Ja. Welk onderdeel zat u? Ik zat bij het regiment intendance. Oh nee, ik zat bij de verlulopers. Nee, dat is niet anders. Dat ben ik helemaal niet, dus dat kan ik ook niet weer zeggen. Wellicht de sport. Wat hebt u gedaan? Misschien hetzelfde als ik. Hockey, tennis, zweefvliegen. Zaklopen? Nee, daar heb ik niet aan bezondigd. Nee. U hebt een volière. Een volière? Nee, ik heb wel steunzolen, heb ik. Steun, maar ik heb volière. Je ziet het haast niet meer. Kijk, als het zo loopt, ziet u het. Als het zo loopt. Nou, hier, omdat u zo. Nee, naturel. Ja, dacht ik ook niet. Je ziet het absoluut niet meer. Nee, dan zou ik het toch echt niet weten. Wacht eens. Ja, ik wacht. Verzamelt u iets? Ik verzamel het een en ander, zeker. Mestkevers. U komt u daar bij, meneer. Alsjeblieft. Waar komt die lucht dan vandaan? Nou, meneer, doet u mij een geluk. Maar wat zou ze bij nog in vredesnaam gemeen kunnen? Ik ben een schaakfanaat. En u? Ik niet. Nee, absoluut niet. Nee. Ik doe wel heel eigenaardig, 's morgens. Ja. Dan voel ik altijd even de temperatuur van het water met boorluil. Oh, als u in bad gaat? Nee, als ik in... Natuurlijk, als ik in bad ga, niet dat ik aan tafel ga, natuurlijk. Ik vind dat merkwaardig van u. Heel eigenaardig. Dat is het dan ook niet, dat doet u ook niet. Wat zouden wij nou... Ach, wacht eens. U hebt een toupee. Werkelijk? Nee, absoluut niet, zeg. Nee. Heeft u een vals gebit? Ach, meneer, helemaal niet. Dat is allemaal nog... U hebt hooikoorts. Nee, nooit gehad, nee. Wacht, heeft u een vlooie band? Wacht, meneer, natuurlijk. U hebt roos. Pardon? Roos. Nee. Niet. Mond en klauwen zeer. Hey, alsjeblieft, hoe komt u aan zulke afschuwelijke dingen? Wat kunnen wij nou toch gemeen hebben? Nou, dat vraag ik me toch wel. Hallo allemaal. Hallo. Zwaar. Dat is het. Hoe is het? Zeg, vertel eens. Ben ik echt de eerste? Ja, Hans. Ben ik dan de tweede? Hallo, lieverd, met mij. Hallo! Dag! Dag lieveling, hoe is het met je? Nou, dat gaat wel. Dat gaat prima. Zeg, ik wilde je vragen, ben je nog naar de dokter geweest?
Nou, ik zag hem vanmiddag, in de sauna, zodoende. En wat had je? Ik had een kleintje, had ik. Heeft hij je nog onderzocht? Nee, want daar had ze krik niet bij hem. Zeg maar, ik sta in de stad nou, ik ben aan boodschappen doen. Ik denk, misschien kan ik voor jou ook gelijk meenemen. Dan schrijf ik het even op, natuurlijk, hè. Ja. Ja. En weet jij nog wat je gisteravond tegen mij zei? Ja, ik ben er klaar voor. En weet je nog wat ik toen heb gezegd? Oh, mijn puntje breekt. Ja. Zeg eens, luister, schat. Mijn vrouw is er vanavond weer niet en dan zou ik graag weer naar je toe willen komen. Ja, maar niet te snel, hè, want dan hou ik het niet bij natuurlijk, hè. Maar nou de vraag. Heb jij wel wat in huis? Ja. 2 bloemkolen. 2 lekkere kuikendijen. Heerlijk. En een grote taart. Ja. Ik zie het voor me. Zeg liever, en zal ik dan wat te drinken meenemen? Fles bleekwater. Nou, nee, daar hou ik niet zo van. Ammoniak? Ja, oké, dat doe ik. Zeg, en trek jij dan weer net zoiets geweldigs aan als gisteravond? Weggooiluier. Ja, prima. Maar dan wel een beetje sexy. Hè? Ja, met zo'n plaatsgootje, kent ze. En je parfum, liever. Oh, dat was zo geweldig gisteravond. Dat rook naar... Terpentijn? Ik vond het eigenlijk de milde geur van... 10 tintjes knoflook. Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Okay. Ja. Zeg, lieverd, hoe laat zal ik bij je zijn? Nou, in ieder geval voor sluitingstijd natuurlijk, hè. Prima, dat doe ik. Ja, en... Okay. Zeg, Frits, met wie belde jij? Oh, nee, lieverd, ik hield de telefoon even vast voor meneer hier. Oh, ja? Meneer, hallo. Hallo. Uw telefoon. Mijn telefoon? Ja. Ik hield toch even de telefoon voor u vast. Werkelijk. Ja, als u even antwoorden wil, hier, deze telefoon. Nee, schat. Ja. Hallo? Echt niet. Dag, vrouw. Ja. Oh! Nou, erg graag. Ja, van nu meteen naar u toe. Erg graag. Oké, ik kom eraan, mevrouw. Ik kom eraan. Zou u dan even die boodschappen voor me willen doen? Hallo, meneer. Goedemiddag. Kunt u mij misschien zeggen hoe laat het is? Jazeker. Het is momenteel 3:30. Vroeg u naar de tijd? Het is 3:30. Kunt u mij zeggen hoe laat het is, meneer? Geen idee hoe laat het is. Weet ik veel hoe laat het is. Ik kan mij dus heel hoe laat het is. Kunt u me dan misschien zeggen waar ik hier ergens een toilet kan vinden? Oh, natuurlijk, als u hier achter in de kei! Ik vroeg u naar de wc. Die zit hier achter in de... Weet je niet waar hier de wc is? Weet ik veel waar hier het toilet is? Kom maar in een hele lange toilet, zoek dat zelf uit! Waar kan ik hier een behoorlijk kop koffie bestellen, meneer? Nou, als u hier naar de rest... Ze hebben hier geen koffie! Ja, er is geen koffie te krijgen hier, ja! Ze hebben hier nog nooit geen koffie gehad! Gefeliciteerd, u hebt de baan. Werkelijk? U bent aangenomen bij onze afdeling klachten. Ah, dank u wel. En wat moet jij? Hè? Dat je nu wel weet hoe ik over je denk. Ik hou van jou en dat meen ik. Ik kan nooit de moed vinden om je dit te zeggen als ik je zie. Daarom schrijf ik je nu om je te vragen: wil je met me trouwen? Met liefde,
Theo. Lieve Theo, ik heb net je brief gelezen en ik mag je ook erg graag. Alleen, ik had het je al eerder moeten zeggen, er is een ander punt. Daarom lijkt het me beter dat wij elkaar niet meer zien. Met liefde, Sonja. Lieve Sonja, je had me wel eens eerder mogen vertellen dat er een ander is. Maar als jij dat zo wilt houden, mij best. Vaarwel voor goed, Theo. Goedemorgen, hè? Hey, goedemiddag, meneer. Ach, wat zin ik. Nieuw gezegd. Nee hoor, dat heb ik al jaren. Ben u hier al lang? Nee, ik kom net binnen door de deur. Wat is de naam? Ik dacht de voordeur. Nee, wat is uw naam? Oh, mijn naam is Michiel. Michiel? Hey, dat is ook toevallig. Hoezo? Ik heet namelijk Jan. Het is niet waar. Ja. Ik ken een Jan, die is lang, dun, mager en die heeft een grote rode baard. Ben u dat toevallig? Ja, klopt. Maar dat zonder bril. Vanzelfsprekend. U draagt toch helemaal geen bril? Nee, maar hij wel. Ah. Er kwam vanmorgen hier een man mijn zaak binnen, die heette precies zoals u. Het is niet waar. Hoe heette die dan? Dat had hij me niet verteld. Maar hoe weet u dan dat hij het was? Omdat ik het hem gevraagd heb, hè. Ah. Is dit voor een ding? Oh, dat is een papegaai. Die heb iemand vergeten. Wie? Joost mag het weten. Oh, en weet hij het nou? Wat? Wat hij vergeten. Wie? Joost. Geen idee, meneer. Zeg, meneer, heb u misschien toevallig ook nog zin in een glas rode wijn? En rode wijn? Welke kleur? Geen idee, want we hebben het op het ogenblik niet in huis. Zie, meneer, heeft u dan maar een kopje koffie zonder suiker? We hebben geen suiker. Oh, doet u dan maar zonder melk. Dat is voor u kijken. Zeg, hij zegt niet veel, die pampagaai. Nee, de komp, hij is opgezet. Oh, wie heeft hem opgezet? Joost mag het weten. Ach, waar heeft hij zin in? Waarin? Om die pampagaai op te zetten. Wie? Joost. Geen idee, meneer. Zij. Ja? Wist u dat ik stroper was? Nee, want dat had ik u niet gevraagd, hè? Moet u voor de aardigheid eens aan mij vragen wat ik ben. Zeg, meneer. Ben u toevallig stroper? Hoe weet u dat? Zag ik direct toen u binnenkwam. U stroopt konijnen zeker? Nee, klokken. Als u kan raaien hoeveel klokken er hier in deze tas zitten, mag u ze allebei hebben. Zeg maar de klokken, meneer. Zeg maar wat. 3. Exact. Ik wil het hebben, meneertje. Ik heb hier deze. Dat is een uniek exemplaar. Daar bestaat er maar één van op de hele wereld. Zo. Heb u misschien nog precies zo'nzelfde, hè? Jazeker. Nee. Nou, zijn ze wel precies hetzelfde, meneer? Deze wel. Nee. Wil u hem kopen? Ja, het hangt er vanaf wat me dat gaat kosten. 200 gulden. Ach, meneer, kom. Ik geef u niet meer dan 300, hoor. Ik denk toch niet dat ik voor 300 gulden zo'n prachtige klok ga weggeven. Oké, geef ik u 100 gulden, maar... Nee. Verkocht. Oh, zal ik u gelijk betalen. Wil u doen? Ja hoor, eens even kijken. Heb u terug van 25 gulden? Van 25, moet ik even kijken. Jazeker. 75. Mooi, dat maakt precies 100 gulden. Nou, dan ga ik er maar weer eens vandoor. Kom u nog terug? Jazeker.
Waar? Hier. Maar u bent nou toch hier? Ja, daar heb u gelijk in. Kan ik net zo goed hier wachten tot ik weer terugkom? Dat scheelt weer een hele... Dat meneer. Hij zijn nog steeds niet veel, hè? Nee, de komp, hij is nog steeds opgezet. Oh ja, wie had het ook alweer gedaan? Joost mag het weten. Oh ja. Zou ik even naar huis mogen telefoneren? Zeker wel. Weet u het nummer? Nee. Nou, wat jammer. Waarom weet u dat niet? Ik heb geen telefoon. Oh, spijtig. Nou, het maakt niet uit. Waarom niet? Ik ben toch niet thuis. Oh, blijf ik. Hey, goedenavond. Goedemorgen. Wie is dat? Joost mag het weten. Oh, kom je zeker je pamperaai ophalen. Maria, we moeten samen eens even praten over James. Hoe bedoel je, lieve? Waarom klopt hij nooit als hij binnenkomt? Wat vind jij? Fantastisch, zie jij. Ik vond het ook wel goed gaan. Denk je dat we het nog een keer zouden kunnen? Ik zou het wel kunnen, ja. En dat we het dan nog beter proberen te doen. Nog veel beter. Oké. Hey, twee. Hey, twee. Bertie, wat doe je? Bertie, wat doe je? Oh, sorry. Ik dacht dat je al begonnen was. Dan! Kijk eens wat vuile boekjes ik onder jouw bed gevonden heb. Kijk eens wat een vunzigheid, hè? Voor een jongen van 12 jaar. Kijk eens de ene smerigheid naar de andere. Heb ik gevonden onder jouw bed. Nou, wat moet dat? Zullen we zeggen 2 gulden per stuk? 1,50? Oké. Hey jongens, zullen we even pauzeren? Zitten. Pauze nu. Zitten. Even thuis open, hou even pauze. Je kan niet aan de gang blijven. Neemt u even gezellig thuis, kopje koffie ook, sigaretje. Even naar het toilet hier ook. Jongens, even druimt u. Even pauze, je kan niet aan de gang blijven, ja? Even gezellig krantje erbij. Kijken of er nog wat leuks in staat. Het zal niet jouw koffie, ja. Ja, graag. Gezellig. Even ontspannen, even. Gaan we zo meteen weer verder. Even relax, rustig. Zeven, gaan we thuis ook even bijkomen, ja? Gezellig. Ja. Tot u. Yeah.
Wat is dat? Astma. Ja, dat zie ik ook wel. Nou, gebruik hem dan ook. Waar is die asbak dan? Hier! Zet hem dan daar neer. Nou, ik vind het wordt tijd dat we weer eens verder gaan. He? We hebben al lang genoeg gezeten. Nou, oh, ik doe bijna mijn sigaret in je koffie. Ga je mee? Goedenavond, dames en heren. Dan is het nu tijd voor ons maandelijks hoorspel. U weet, wij hebben een aantal afleveringen van een spannend hoorspel in onze Comedy Parade. En dan nu het tweede deel. Het is misschien ook nog wel even aardig om u erbij te vertellen dat u hier een kijkje hebt in de hoorspelstudio. Maar dat de radioluisteraars op Hilversum 2 het programma via radio kunnen... Sorry, Frans, dat ik even onderbreken. We gaan over Guus? 2 minuten. Ja, Frans. Over 2 minuten gaan we live de zender op, hè? Ja, ja, maar waar is de geluidenman dan? Die, dat, de geluidenman bedoelen, die de geluiden maakt bij hetgeen ik vertel. Ogenblik. Ja, hallo. Hallo, Valk. Meneer. Valk. Ja, u bent ook laat. Ik sta hier al die tijd te wachten. Hoe ben je bedankt? Ook te laat, meneer. Luistert u nou eens even. Wij gaan zo met ons hoorspel de eter in. Ja. Oh, tot hoever? En nou is hier geen geluidenman. Nee, daar ben ik voor. Dat komt zo. Mijn broer is ziek geworden. Die heeft de huizenmuig. En heeft hij mij gevraagd of ik het even vervangen wil. Dus ik ben hier met... Zo is dat een auto, hè? Ik heb alles bij me, begrijp u wel. Meneer, ogenblikje. Ja? U beweert, u maakt nu de geluiden, maar ja, kent hier. U dit vak? Met mijn oksel. Ja, maar kent u het? Ken ik het vak? Dat hoort u toch, dat ik het van natuurlijk. Meneer, laat het me voor alle zekerheid even zeggen. Maar ik vraag wel, waar is deze rommel voor? Kan dat niet? Nee, dat moet niet opgeruimd worden. Dat zijn alle attributen die u nodig hebt. Wat een bende, hè? Als u nou even wil luisteren. Ja? Meneer, ik speel solo toneel. Ach, ga je maar vak modelleren, hè? Nee! Kan ik ook niet helpen, natuurlijk, hè? Alles wat ik lees... Alles wat ik lees moet u illustreren met geluiden. Oh, heb je pen en papier dan? Nee. U zegt uw vader doet het werk. Dan moet u er toch wel iets van weten, alsjeblieft. Oh. Trouwens, ik krijg een seintje. We moeten nu de eter in. Ja, bent u er klaar voor? Ik ben, ja, absoluut. Ja, okay, natuurlijk. Dan gaan we nu beginnen. Ja, is het al begonnen? Nee, het begint. Ja. Ja. Oké, ik ben er klaar voor. Stilte. Ja. Het verhoor. En... Ik vraag even om. Een maandelijks luisterspel in 4 bedrijven. Tweede bedrijf, de ondervraging. De oude inspecteur Brandsma was in een diepe slaap verzonken.
beneden. Was in een diepe slaap verzonken toen plotseling de wekker afliep. De wekker, wacht, ik heb hem hier staan. Ja, daar is hij. Toen plotseling de wekker afliep. Kijk op de wind, ook niet. Ik wil niet hapen, mijn broer zou van mijn regel van tevoren, hè? Ik denk dat die zo'n ogenblikken live. Daar was hij. Met een korte geeuw. Met een korte geeuw. Nog kort, hè? Ontwaakte. Goedemorgen. De oude Brandsma nam snel een douche. Ah, snel een douche, daar komt ie. Oké. En hij begon zich vrolijk neuriënd te scheren. Wacht, dat heb ik hier. Ja. Op die. Vrolijk neuriënd te scheren. La la la. Hou de scheerspiegel even op. Nee. Dat moet ik zien. Begon zich vrolijk neuriën te scheren met zijn elektrische scheerapparaat. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Zo, dat was snel gebeurd. Je bent helemaal nog, ik ben nog niet begonnen. Schiet hem op, alsjeblieft, we zijn bezig. Nou! Hij stapte snel in zijn broek. Iets te snel in de broek gestapt. Hey, je hebt wel een andere snel in je broek gestapt. Heb jij dat nooit? Kom op! Jij hebt dat nooit. Toen plotseling de telefoon ging. Ja! Toen plotseling... De telefoon, ik sta te wachten. De telefoon ging. Dan zal er toch eerst iemand moeten bellen, viel ik niet? Dat moet jij toch doen? Ik wil zelf. Ja. Is hier een cel in de buurt? Nee. Opzoek dan. Toen plotseling... De telefoon ging. Wat ging die telefoon? De heer. Ja. Ja. Hij nam de hoorn van de haak en meldde zich met een nors. Maakt niet uit. Opdelen die de haak. Zich met een nors. Brandsma hier. Ja, commissaris. Natuurlijk, commissaris. Ik kom meteen. Ik kom meteen naar het bureau. Brandsma legde de hoorn op de haak. Je moet ook niet naar mijn. Hij lag er niet goed op. Brandsma legde de hoorn op de haak en even later sprong de oude inspecteur op zijn oude dienstfiets. Wat is dat? Ze hebben zijn zadel gejat. Is mis. Nee, dat was raar. Dat is mis, bromde hij. Dus. Ik kom in de roos, hoor. Dus floot hij op zijn vingers om een taxi. Wat is er nou? Ik heb het nooit gekend. Ik heb nooit op mij. Dat heb ik. Je kunt toch wel op je vingers om een taxi roepen? Oh, natuurlijk. Taxi! Geen taxi te vinden, dus
dan maar lopen. Tuurlijk. Dag Brandsma. Tuurlijk, daar gaat hij. Oh, ik ja. Lopen. Dan maar lopen. Dag Brandsma. Juist. En zo ging de oude inspecteur over het grindpad. Dat werd lopen, lopen. Ja, hij had haast. Dus hij gooide er nog een extra schepje bovenop. Een extra schepje bovenop. Sneller en sneller liep de oude man. Plotseling hoorde hij voetstappen achter zich. Ik ken toch nooit zo'n klein bakken? De voetstappen achter zich. Zou je weten waar ze erin moet? Werd hij gevolgd? Ja, er liep iemand achter hem. Ja. Hij hoorde de stappen duidelijker en duidelijker. Een achtervolging, een achtervolging. Plotseling draaide hij zich om. En stond oog in oog met het paard van de schillenboer. Een verrassing. Hij had het paard een tijd niet gezien. Brandsma was een echte dierenliefhebber. Maar geef wel even een klontje, ja? Vriendelijke klopjes op de schochten. Nee, het is een merrie. Hij klom vervolgens snel op de rug van het dier. Commissaris. Goedemorgen, Brandsma. Hey, hallo, hallo, even. Is hij nu van zijn paard af? Hij is al op het kantoor van de commissaris. Oh, ja, daar werd er niet bij gezegd, dus dat vraag ik even natuurlijk. Dat heb ik gezegd. Wat een puinhoop. Hij blijft daar niet van de stoep af, hè? Goedemorgen, Brandsma. Goedemorgen, commissaris. Zeg, Brandsma. In de kamer hiernaast bevinden zich Kromme Geest en Blauwe Gert. We praten er niet. Je praat heel gek ineens. Dat is die rol. Ik dacht dat je toepetten straks. Ik verdenk één van hen vermoord. Jij gaat zo onmiddellijk ondervragen. Brandsma opende de deur en zag de twee ongure types zitten. Kijk eens aan, twee... Er is niemand, hoor. Speel ik. Kijk eens aan, twee goede bekenden. Vertellen jullie maar snel wat er gisteravond is gebeurd. Nou, de... Hallo. Zat er, hè? Wat is er? Of je paard weg wil halen, staat er. Dat staat er helemaal niet. Wordt over gebeld, dus ik zeg het alleen even. Ja. Stil, de inspecteur stak meteen van wal. Daar die crossover. Ja, kijk eens, mannen, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Waar is die? Waar is die? Waar is die deur hebben? Weg met die deur, alsjeblieft, wat een jambel! Zie je niet, van Kriever, die er op bent? Vertel me
maar eens wat er is gebeurd. Nou, kijk eens, inspecteur. Scheve Janus probeerde mij een oor aan te naaien. Die heb ik hier liggen, mannen. Die heb ik hier liggen. Het moet toch... Wil je het goed horen? Gewoon een rijsteking. Probeerde mij een oor aan te naaien. Oké, nou. Wat is dat nou? Maar... Wil je nou wel eens piano? Maar ik laat mij niet in de maling nemen. Nee, dat zal even lekker worden. Ik wil niet voor gek staan. Nee, dat kon hij wel op zijn buik schrijven. Heb jij een pen? Nee. Dus ik dacht, ik zal hem eens even een poepie laten raken. Ik dacht, ik zal hem eens even een mooie poepie laten raken. Nou, ik zou als ik... Klein bent, dan komt die tot je hand. Hallo, Halloween, ik weet waarmee. Kom op, Sint-Bernard, hond, mij kom maar halen. Hallo, Halloween, ik weet waarmee. Heeft u het al gehoord? U bent niet de enige. Dank u wel. Ook namens mij heel hartelijk welkom, dames en heren. We vinden het fijn dat we in deze show ook uw aandacht mogen vragen voor een zeer speciale attractie. En dat is een zogenaamd Magic Act. Ik vind het erg fijn dat ik dat mag presenteren. En deze Magic Show wil ik dan graag brengen hier op het toneel. Maar mag dan vragen aan iemand in de zaal. Een van de heren of die mij wil assisteren. Beetje flinke, stevige kerel die... daar komt er alleen aan. Oh, dat vind ik wel geinig. Een stevige man. Ja, komt u maar deze kant. Een applaus, dames en heren, voor deze moedige man. Die zo ogenblikkelijk gehoord heeft aan mijn vraag. Dank u wel. Komt u maar.
Daar is het trapje, als je daarop wil gaan. Ja, graag. Ja, prima. Ja, graag. En dan deze kant op. Waar? Ja, het gaat goed zo. Oh ja. Ja, u gaat goed. Oh, natuurlijk, ja. Prima. En dan nog even eromheen. Ja, dat ben juist. Dat vind ik heel erg sympathiek voor u. Dank u wel. Hartelijk welkom. Hartelijk welkom. Ja, applaus is zeker verdiend. Dank u. We want more. Dat nou als ik zeg. U hebt nog niks gedaan. Geen aha. Wij willen natuurlijk allemaal graag weten hoe uw naam is. Ja, vanzelfsprekend. Hoe is uw naam? Oh, Van Ravenswaai. Ah, meneer Theo van Ravenswaai. Ik mag Theo zeggen. Ja hoor, of meneer Van Ravenswaai, wat u wil. Ik mag kiezen. Tuurlijk. Dat is fijn. Meneer Van Ravenswaai, in de eerste plaats mijn hartelijke dank dat u zo sportief bent om mij te willen assisteren in mijn Magic Show. Ja. Ja. En u hebt het nu over de zaal, de mensen die allemaal in de zaal zitten. Ja, ik word er nerveus van een beetje hoor. Ik heb hier nog nooit gestaan, hè? Nee? Nee. Maar de mensen die allemaal in de zaal zitten nu, die zijn er niet. Hoe doet u dat? Ze zijn weg, hoe doet u dat? Nee, maar dat zeg ik voor u. Want kijk, ze zijn er natuurlijk wel. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat heb ik nog nooit gezien. Dat geklooi met die doekie zie ik en dit me weg, erin, eruit. Maar voor u, meneer Van Ravenswaai, zijn ze er niet. Ja, leuk hè. En dat is nou nog maar het begin. Ongelooflijk. Van deze. Nou, u bent er een hoor. U bent een goeie. Dank u wel. Dank u wel. En we zijn nog maar aan het begin. Ja, natuurlijk. Nu staat u hier bij mij hier on stage. Wat zei u? Ik zeg, u staat hier on stage. Dat zeggen wij in het vakjargon, hè. On stage. En u bent welkom. We welcome, hè. Maar nou vraag ik aan u, hebt u ooit wel eens meer on stage? Eén keer. Toen heb ik meegedaan in een kabouteroperet. Heb ik meegedaan. Ah, heb ik, leuk. Hoofdkabouter was ik. Leuk. Hoofdkabouter. Ja, dus belangrijk. Ik was de belangrijkste kabouter van alle kabouters. Ja. En toen was u natuurlijk nog zo'n jaar of 7? Nee, 43. 43. Hadden ze zeker een grote kabouter nodig? Nee, ze konden geen kleintje vinden. Maar dat is logisch. Toch? Dus een beetje routine en een beetje ervaring ja, op het toneel. Ja, ik ben oude routineus hoor. Ja. Oké, okay, zou u dan nou iets naar achter willen lopen, naar de zijkant van het toneel? Ja. Wilt u zo goed en zijn? En dan? Ja. Ja. Staat u klaar? Ja, ik ben klaar hoor. Dan beginnen we onze Magic Show weer en we zeggen, gordijn gaat op, curtain rise. Hoe doet u dat? Curtain raised en het gaat om. Curtain down, dan komt hij weer. Curtain rise. Dit geinigt, hè? Ik heb het ook in de vingers zitten. Wilt u het niet meer doen? Nee, natuurlijk. Als u het doet. Curtain down. Nee. Curtain down. Nee, niet doen. Curtain down. Nee. Ja, anders gaat het fout, meneer Van Ravenswaai. U zag het, de hele boel stort in. Ja, het is zo. Mijn assistente Simone. Mijn andere assistent, dames en heren, u had hem herkend. Hans Otjes. Ja. Hans Otjes. Die kennen wij, Hans Otjes. Meneer Van Ravenswaai, als u zo goed wil zijn, om nu, u ziet hier staan de Magic Box. Oh. Om achter de Magic Box om te lopen en daarin te stappen. Oh. Achterom. Ach, gaat uw gang maar, meneer Van Ravenswaai. Nou, daar voel ik niet veel voor. Moet ik in die doos? Ja, even zo omlopen. Nou, daar ben ik niet zo liefhebber van om in de doos. Dan gaat Simone met u mee. We gaan. Oké. Achter in de Magic Box, Simone brengt meneer Van Ravenswaai. Wilt u met uw hoofd door het doek komen nu? Waar? Hier. Met uw hoofd door het doek. Ja, en u? Prima. Ja. Gaat allemaal goed, hè? Ja. Nou, steekt u even uw handen door de doeken opzij te sleuven. Ja. Heel goed. It's all magic. Ja, het is al mijn dingen. Dan gaan uw voeten, als u die even beneden door het doek wilt steken. Dat kan ik moeilijk vinden. Kan u even helpen? Ja, heel goed. En aan die kant? Ja. Dat gaat nog prima, meneer Van Ravenswaai. Het gaat goed. It's all magic. Zet u? It's all
magic. Oh. Dan gaan we nu Hans en Simone vragen om even uw handen te binden. Te binden? Ja, de handen te binden. Dat hoeft niet. Daar gaat ie. En dan worden nu heel voorzichtig de voeten gebonden. Nou, is dat echt nodig? Ja, dat kan. Oh. Dank je. Heel goed. Heel kan ik er goed. Nog vanaf? Ik geloof niet dat het leuk wordt. Alles zit goed volgens mij. U hebt daar geen problemen mee. Let op, meneer Van Ravenswaaij. Ja. Nu gaat het komen. Wat dan? De magic stand. Uw armen gaan omhoog. En down. Maar dat viel toch best mee? Ja. U bent hoop ik toch wel verzekerd? Ja, maar alleen tegen brand- en waterschade. Dat is voldoende. Oh. Dan gaan nu de voeten naar opzij. Nou, dat hoef je niet. Ja. Ja. En weg. Ja, goed zo. Ziet u hoe eenvoudig dat gaat? Ja, meneer Van Ravenswaaij. Oké. Okay. Dan gaat Simone heel langzaam en voorzichtig uw hoofd naar beneden brengen. Naar beneden. Het down. Ja. En weg. Ja. En Hans brengt uw hoofd omhoog. Ja. Higher. En weg. Ziet u hoe eenvoudig het allemaal gaat, meneer Mazik? Ik ben er helemaal niet blij mee, meneer Mazik. En dan gaat nu uw hoofd wat soepeler worden. De nek gaat draaien. U gaat rond. U gaat rond. Ja, ja. Ja, ja. Gaat goed. Perfect. Mag hij weer terug? Natuurlijk! Weg! Ja! U ziet, dat gaat allemaal goed, dat is allemaal eenvoudig. En dan tot slot van mijn experiment. Ja. Dames en heren, dan gaat alles tegelijk met muziek. Music, please! Kennen hier in de praktijk. Ik weet het, dokter. Zal ik de volgende patiënt van binnen laten? Ja, dat is misschien wel een goed idee. Neemt u het maar even van me over en als u me nodig hebt, dan piept u me maar op, hè? Zoals u wil. Music lovers. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, dokter. Nee. Ik ben de dokter niet, ik ben de assistent. Oei, mijn vrouwtjes, dokter. Teefje. Nou. Heeft u klachten? Ja, mijn gootsteentje lekt. Krijg je allemaal wel last van, hè, dat je gootsteentje gaat lekken natuurlijk, hè. U nog geen last van dat je gootsteentje legt? Nee, is bij mij nog niet voorgekomen, nee. Hou je zeker je duim erop. Nou, kunnen we even ter zake komen? Ben u ziek of ons? Ja hoor, ik ben ziek. U ook? Ja, dank u. Ben u ingeschreven? Ja, bij het ziek of ons. Nummer? Dat u? Nummer? Oh, twee. Twee? Ja, er was er nog één voor me. Welk fonds? Ziekenfonds. Nee, meneer, ik bedoel welk ziekenfonds? Oh, het ZF. ZF, ZF. Heeft u de kaart bij u? Ter u. Heeft u de kaart bij ja, u? Ja, ik ga nooit zonder huis, zonder van huis, zonder kaart, ja. Die... Oh, dat is heel verstandig. Moet altijd de kaart bij u. Ja, anders raak je de weg kwijt. Zo is het. Nou, weet u wat, gaat u daar even zitten, komt de dokter zo bij u, hè? Oh, dank u. Goedemorgen. Dag, mevrouw. Ja, gaat u daar maar even zitten. Ben u ziek of ons? Ingeschreven. Oh.
toch is het een probleem. Mooi, ga u daar maar even zetten. Heb u nooit dat rauwe vis naar u toe gooien? Lopt. Ik zal het toch eens kopen van de week. Gaan zitten. Ik? Ziet u nou niet mij al in de gaten had? Bent u ziekenfonds? Ja, zal ik daar maar weer gaan zitten dan? Nee, gaat u maar naar de kleedkamer, dan kunt u zich half ontkleden en dan kom ik daarna wel even bij u om te onderzoeken. Daar staat de eerste deur voor u links, naast de röntgen. Als u dat meteen even wilt doen, want we hebben het een beetje druk, begrijpt u wel? Er zijn een heleboel patiënten in de gaten. Ik ga er meteen heen. Ach jee, de klok staat stil. De klok daar staat stil. Dat komt waarschijnlijk omdat hij een beetje zo staat. Van Beek, wil je onmiddellijk even komen? Wat is er aan de hand? Want er zit een man op de polykliniek, die heeft 3 weken geleden een Riksdaal erin geslikt. Waarom komt hij dan nu pas? Hij heeft dat geld nu nodig. Kom maar even mee, ja, dan zal ik je wel even helpen. Loop maar mee deze kant toe. Dokter? Medicus. Dokter. Ja, hallo met mij. Nou, ze begrijpen er niet veel van hier, hoor. Die zijn hier allemaal knettergek. Ach, nee. Ja, het kan wel laat worden, dus lijkt mij het beste als we nou zo aanspreken. Dan go! Goedemorgen, dokter. Morgen, dokter. Dokter? Ja, omdat ik, natuurlijk, ik ben een arts, hè. Dat dacht ik al. Ja, ik ben een arts met een hoed op, ja. Een arts met een A? Ja.
U bent specialist. Ja, ik ben van de voor de hoedmiddelen ben ik. Ach zo. Ja, ik ook. Ja, begrijp ik. Zeg, ik werd vorige keer geholpen door een andere dokter. Oh, ja, die is er even niet. Die is even niet lekker geworden. Die heeft zijn eigen medicijn ingenomen. Die is even gaan liggen. Nee. Ja, dat is niet goed gekomen, nee. Wil u ook even gaan liggen misschien? Gaan zitten, bedoel ik? Nou, als het u uitkomt, heel graag. Gezellig. Wat drinkt u? Ik bedoel, waar gaat het over? Nou, ik zal u vertellen, ik heb erg veel last van een schimbiumpiesvies ontsteking. Mooi. Wil u daarvan af? Wil u hem vergroten? Wat wil u ermee? Nou, ik wilde wel graag van af. Dan ga ik hem even opschrijven. Hoe had u hem genoemd? Schimbeenpeesvliesontsteking. Schimbeenpeesvliedo, ja. Dat is een mooi woord voor de scrabbles, hè? Ja. Als je die op twee keer woordwaarde neerlegt, dan zit je wel gerampetamd, dacht ik zo, hè? Uit, hè? Ja. Mooi, maar ik heb hem hier genoteerd. Weet u wat ik met u ga doen, mevrouw? Ik weet niet. Ik ga u eens even lekker onderzoeken. Daar hebben we nou gewoon zin in. Ik ga u eens even lekker onderzoeken. Ik stop even de handjes in de broodrooster en dan ga ik u eens lekker onderzoeken. Als u hier in de kleedkamer, als u even uit wil gaan, u kan uw kleren op de mijne leggen, hoor. Komt u maar, hoor. Het lijkt me beter als ik terugkom als de andere dokter er weer is, hè? Dat u? Dat het me beter lijkt dat ik terugkom als de andere dokter er weer is. Want volgens mij bent u knettergek. Oh, maar die andere kan wel even duren. Die is ja, u kan me wel. Goedemorgen. Hallo, mevrouwtje, mevrouw. Mevrouwtje, dat kan wel even duren. Wat bedoelt u? Ik weet niet waar die is. Hij zegt... De dokter moet er komen. Ik begrijp ook niet waar hij blijft. Nou, dan blijft hij wel heel lang. Daar komt hij net. Ah, mooi. Ik zie u nog wel. Mocht hij vochtig blijven, ja. Even met de feuille. Natuurlijk. Gaat u hier maar even zitten. Graag. Het loopt gewoon door hierachter. Dat is één grote gang, hè. Oh, gang. Neemt u maar plaats. Dank u. Ik moet nog even van u weten, hoe is uw naam precies? Frits van Velzen. Ah, Velzen Frits van... Nee. Nee, het is andersom, hoor. Het is andersom. U zei het verkeerd. U zei het net andersom. Het is eerst Frits, dan Van en dan pas Velzen. U zei het andersom. Geeft niet, ik maak er geen werk van, maar het is andersom. Ik wil het u wel even uitleggen. Dat is voor het kaartsysteem. Daar hebben we eerst de achternaam en dan de voornaam. Begrijpt u? Zeker een Belgisch kaartsysteem. Waar woont u? Rijn woon ik. Halve aande. We are the champions. We are the champions. Kunt u gaan zitten? Daar heb ik allemaal geen tijd voor, meneer. En wij noemen dat Alphen aan de Rijn. Ja, ik dacht voor het kaartsysteem. Lithium, lithium. Wat lithium. Is uw beroep? Ik ben drukker, dank u. Ah, u werkt op een drukkerij? Nee, ik werk op een paperclipfabriek. Een paperclipfabriek? Ja, ik ben hoofd van de afdeling bochies. Ja, ik maak de bochies, hè, weet u wel, in de clips, anders peperen ze niet, hè. Zitten nog van die bochies in. Die maak ik erin, hè. Oh, is heel werk, hoor. Een doosje volop is je weekend om, hè. Maar ik heb een speciale apparatuur voor, hè. Ik heb een vierkant tangetje. Wacht nou eens even. U bent volgens mij in de war. Dank u. U zei dat u drukker was. Ja. Wat drukt u dan? Op een knop. U drukt op een knop? Ja. En dan? Gaat de deur open. Ja, ik weet ook niet hoe het werkt. Het is elektronisch, denk ik. Het is een wonder. Ik druk op de knop en de deur gaat open. Nou, het is me interessant, hoor, wat u me er allemaal vertelt. Ja, dank u. Dank u. Ik kan me niet voorstellen dat u daar zo druk mee hebt. Nou, het is heel afwisselend werk, hoor. Afwisselend? Hoezo? Ja, nou, je mag zelf uitmaken met welke vinger je erop drukt. Ik ga er ook wel eens op zitten, gaat u ook wel. Ik denk dat u het heel druk hebt en daarom praat u een beetje verward. Ah, dank u. Doet u ook nog iets anders? Ja, ik tik ook nog. U tikt? Ja. Op een schrijfmachine? Nee, tegen het raam.
tegen het raam. Ja, als de kinderen buiten aan mijn fiets zitten, dan tik ik altijd even tegen het raam. Ga jij weg? Maar dat horen ze niet, want het is een hermetisch raam. Hè? Maar ze gaan wel weg. Met mijn fiets. Meneer, wat de verhalen vertelt u toch allemaal? Ik vraag u de meest... Weet u trouwens waarom er een stuur op een fiets zit? Anders moet je de bel in je hand houden. We are the champions. Gaat u zitten! Nou, houdt u op met die flauwekul, daar heb ik absoluut geen tijd voor, bedenkelijke onzinnige raadsel. Waarom is een olifant altijd groot, grijs en gerimpeld? En meneer, houdt u nou op? Als die klein rond en wit was, was het een aspirintje. Nou, zit! Waarom draagt een olifant altijd gele sokjes? Dan valt hij minder op als die ondersteboven in de vla drijft. Ik heb nog nooit van mijn leven een olifant in de vla zien drijven. Omdat hij gele sokjes draagt. Nou vertelt u me ogenblikkelijk, waar komt u voor? Oh, ik kom voor mijn vrouw. Wat? Ik kom voor mijn vrouw. Waarom zegt u dat dan niet meteen? Ik wou het net zeggen, kwam er niet dus. Hoe heet uw vrouw? Vels, Annie van. Annie van Vels, ja, die heb ik hier. Vandaag uitgerekend voor de blijde gebeurtenis. Meneer, u bent totaal in de war. U bent knettergek. Uw vrouw ligt hier met een gebroken sleutelbeen. Ja, dat kreeg ze toen ze hier werd binnengedragen. Een van de bagagedragers gleed uit. Maar ze kwam hier voor de blijde gebeurtenis. Vandaag uitgerekend. Meneer, ze ligt op kamer 10. Gaat u maar naar de toe. Tweede kamer rechts. Maar ik dank weet u. Niets van een blijde gebeurtenis. Dank u wel. Een duidelijk gebroken sleutelbeen hier staan. Zo, dat is even gezellig. Dames en heren, voor mij een mooie gelegenheid om een van mijn gedichten aan u voor te dragen. En deze is getiteld... Ik moet even. Hoe lang zitten wij nou al? Werken wij nou al samen? Hoe lang wij samenwerken? Ja, hoe kan ik dat zo? 18 jaar geloof ik. 18 jaar alweer. Ja. Oké, merci. Hey, André, waarom kom je dat nou ineens vragen? Ik ben net begonnen, ik heb de mensen gevraagd. Nou, wou ik even weten, hebben ze wel eens dat je even wat wil weten? Ik kon zo gauw de dikke vandalen die vind ik denk ik vraag van jou. Jij weet ook alles, begrijp je wel? Merci. Maar waarom doe je dat dan hier op het toneel waar alle mensen bij zijn en al die camera's en zo? Nou, ik kon je verder niet vragen, ik had je nog niet gezien, begrijp je wel? Hebt er een reden voor. Waarom vroeg jij hoe lang werken wij samen? Nou, dat is een beetje een vervelend onderwerp. Hoe vervelend ook nog? Nou, het is niet zo leuk. Dat vertel ik je wel, als het niet zo leuk. Nee, zeg het dan meteen en wil ik het nu meteen weten ook. Weet weten? Ja, natuurlijk. Wat is er? Oké, okay, moet je het zelf weten, maar ik zeg het mij, het is niet leuk. Het is niet leuk? Het is niet leuk. Wat is dit? Een brief. Voor mij? Ja. Oh, van wie? Van mij. Wat is het nou voor onzin? Dan kan je me toch net zo goed zo rechtstreeks zeggen? Nee, ik ben veel te lang met die brief bezig geweest om de goede woorden te vinden. Nee, ik heb liever dat je hem leest. Ik kan het je zo niet zeggen. Het is veel te moeilijk onderwerp. Ik vertrouw het voor geen meter, maar ik zal het lezen. Beste Frans. Alleen dat al. Alleen dat. Heel veel moeite gekost daar om dat te papieren. Daar ik de laatste tijd meer en meer in de schaduw kom te staan van jouw dominerende persoonlijkheid... Ja. En gebukt ga onder jouw talent dat zich meer en meer ontwikkelt... Die grap. Heb ik besloten onze samenwerking te beëindigen. Met vriendelijke groeten, je ex-collega André van Duin. Rot, hè? Ik begrijp best dat je er even moeilijk mee hebt, hoor. Ik had het ook heel moeilijk. Ik denk, om het aan het idee te wennen alleen al, begrijp je? Maar kijk, ik kan niet anders, want jouw talent, hè, dat dijkt maar uit, hè. Jij staat als een stuk dynamiet, kom je in die zaal over. Overdrijf en ik sta er als een vaccineliggie, sta ik ernaast uit te waaien, begrijp je? Volgens mij overdrijf je dat. Heb je zelf geen erg in, heb je zelf geen erg. Is dat zo? Dus je wilt er nu mee stoppen? Liever niet, ik had liever doorgegaan. Maar kijk, nou moet je horen, the show must go on. Ja, dames en heren, dan vraag ik nu aandacht voor de Frans van de Schoten Show. Waarom? En stel ik u voor aan mijn nieuwe komiek, Hans Otjes. Ja. Ja. Welkom, Frans. Welkom. Frans, je zegt dat nou zo, die aankondiging, maar dat kan toch niet? Ik in de plaats van André, dat gaat toch niet? Waarom niet? Nee. Nou, jullie, de mensen zijn aan jullie al zoveel jaren gewend. Dan wennen ze nou aan ons tweeën. Dat kan, je hebt talent genoeg. Vertel jij eens die mop van die twee kerels in de trein naar Groningen. Nou, wacht, die mop. Dat is mijn mop. Hele leuke. Okay. Dames en heren, Hans Otjes. Nee, let op. Goed, dames en heren, er zitten dus twee mannen in de trein naar Groningen. Exact. Die zitten zo gezellig tegenover elkaar. Ja. En afijn, die ene die heeft het een beetje koud. Ja. Dus, hup, die gooit de verwarming aan. Hup, zie je die mevrouw, daar zit nou al te lachen.
Ja. Nou ja, die andere kerel, die krijgt het een beetje warm, dus die vindt het niet zo leuk. En hup, die gooit die verwarming eruit. Kijk, ze bovenvallen gein hebben. Hij is leuk, hè? Maar dan gaan ze even door. Aan, uit. Op een gegeven moment stopt die trein. De coupé-deuren worden opengesmeten. En daar staat een machinist met een schep met kolen. Wat denk je dat hij zegt? Moet die kachel nou aan of moet die kachel nou uit? Heel goed, Hans. Ik zei helemaal niks. Ik zei niks. En dan zingen we nou even dat liedje van Goedenavond Allemaal. Weet maar je wel? Zal ik eerst even afgeven? En zingen we Goedenavond Allemaal. Schepen verwelken. Bloemen vergaan. Bloemen vergaan en schepen verwelken. Ja, wie staat er nou af? Ga je te nemen? Jij ook? Nee, het was heel leuk, het beste met je. Jongens, let op, daar gaat-ie. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Goedenavond allemaal. Ja, lieve mensen, dus aan ja. Goedenavond allemaal. Lieve mensen in de zaal. Het is heerlijk, zo heerlijk dat u er bent. Het vlijt ons, verblijft ons dat u ons herkent. We zingen goeienavond allemaal. Het wordt vanavond in de zaal. Leuker van het nationaal. Goeienavond allemaal. Hey! Heel goed, Hans. Hulde, hulde. Ja, wacht even, Frans. Je moet me niet kwalijk nemen, hoor. Wat? Ik sta er zo even naast je, maar André heeft gelijk. Wat? Je bent een enorm dominerende persoonlijkheid. Dus nou, oh, hij is er weer. Wat heb je? Want je jurk aan mijn hoedrand, heb ik wel eens mee, hè? Ik hoor net wat hij zegt. Het is voor hem ook moeilijk om met jou te werken. Je hebt zo'n gigantisch areool om je heen, heb je zelf geen idee een van. Een oreool. Ook. Alles om je heen. Dus het is voor hen en voor mij is het lekker als je een beetje op zee gaat. Dan krijgen wij wat meer aandacht, zien ze jou minder. Daar heb ik geen enkele moeite mee om een stapje opzij te doen. Oh. Nee, dan gaat die heer. Komt er steeds een kokende hitte van je af. Hij zist. Dan ligt het allemaal aan mij. Dan ga ik hier staan. Goedenavond, alle. Nee, je bent nog steeds te zien. Dat is het probleem. Is het zo beter? Heb jij dat luik nog opengezet daar aan de zijkant? Hadden we toch afgesproken? Nog één stapje naar achteren, Frans. Oké. Voor elkaar. 1, 2, 3. Goedenavond. Allemaal. Mag ik me even aan u voorstellen, dames en ogenblikje. Ik ben zo hier bij u. Mag ik me even aan u voorstellen, dames en heren? Mijn naam is dokter Oetka. Ik moet er zelf ook nog zo vreselijk om lachen. Wie heet er nou dokter Oetka? Ik. Dames en heren, het is de bedoeling dat ik u vanavond even mee ga nemen op reis door het menselijk lichaam. Ik kan dat doen. Ik ben namelijk dokter. Maar ik ben ook nog zierig. Zierig. En ik ben zelfs plassizier. Ik ben Timmerman. Nou ja, goed, het staat op de buitendeur in ieder geval. En vooral de dames zijn daar zeer in geïnteresseerd. Die willen er altijd graag jong uitzien. Ik had laatst nog een dame bij mij op het spreken. Die zegt tegen mij, dokter, kunt u er niet voor zorgen dat ik altijd jong blijf? Ik zeg, nee mevrouw, ik kan er wel voor zorgen dat u niet oud wordt. Medisch grapje weer natuurlijk, hè. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen natuurlijk. We gaan eens beginnen met de reeks door het menselijk lichaam. Ik kan dat natuurlijk niet alleen. Ik heb daar deze vrijwilliger voor meegenomen. Het is een interessante man. Hij staat namelijk vermeld in het Guinness-boekrecord. Guinness-boekrecord. Staat hij vermeld als zijnde de eerste mens met een voettransplantatie. En hij staat zelfs twee keer in de boekrecord. Het is ook de eerste mens met twee linkervoeten. En die voeten, dames en heren, daar wilde ik dan graag bij gaan beginnen. Even kijken waar ze zitten. Bingo.
van de voeten, dames en heren, gaan wij dan eerst via het onderbeen, komen wij terecht bij, hoe heet die knokkel ook alweer, de knie. En die knie, dames en heren, daar wil ik graag even een ogenblikje bij stil blijven staan. In de knie, dames en heren, daar bevindt zich de knieschijf. Dit is er nou zo een. Deze is toevallig van Hepie en Hepie. Dat is een hele gezellige. Die kan ik thuis er wel eens opzetten, hè. Ik hou van muziek. Ik ben gek op muziek, hè. Je hebt een hoop mensen die nemen overal een pilletje voor. Ik niet, hoor. Als ik even niet lekker ben, ik zet een plaatje op en hup, ik voel me weer joppie, hè. Pillen van tegenwoordig, hoop flauwekul, pillen zijn er tegenwoordig bij, hè. Pas weer een nieuwe zetpil met pepermunt smaak, of wat dat dan ook is. Wat wel heel goed is, die zo pas nieuw is, een potentiepil. Turbo. Potentiepil. En ik had toevallig een patiënt, die had wat problemen met de potentie. Ik zei, nou, neem eens een woordje mee. Heeft hij gedaan, een week later kwam hij terug. Ik zeg, en hoe is het nou met de potentie? Nou, zegt die dokter, geweldig. Geweldig, geweldig. Ik zei, mooi. Ik zei, wat zegt je vrouw ervan? Zegt hij, geen idee. Ik ben er niet thuis geweest. Maar goed, we kunnen niet blijven lachen. We waren gebleven bij de knie, dames en heren. Dan gaan we nu van de knie via het bovenbeen, andere weg is dat niet, naar de buik. En in die buik, dames en heren, is het een enorme rotzooi. Daar loopt alles door elkaar heen. De dikke darm, de dunne darm. En, die zal ik even voor u pakken. De blinde darm. Lekker, hè? Vlak daarnaast hebben we de zogenaamde fijne vleeswaren. Met de lever, de niertjes. Maar goed, dat is voor ons doktoren allemaal oude koek natuurlijk. Wat ligt daar nou weer? Oude koek. Gaan we weer even iets verder op. Kom. Pardon? Telefoon. Ah, ongeveer. Droetka, ik kort het af, hè. Droetka. Och jee, u ziet het niet meer zitten. Probleempatiënt. En wat nou? U gaat er een eind aan maken. Maar hoe, wacht, hoe wilt u dat dan gaan, hoe wilt u er dan een eind aan gaan maken? Hallo? Hallo? Opgehangen. Ik opereer ook veel, hè? Oh ja? Ja, ik opereer heel veel. Laatst had ik nog een man die had nogal een grote neus. Die had een enorme grote neus. Gigantische grote neus. Die neus was zo. Die man was al een kwartier binnen, toen kwam die neus pas, hè? Nee, dat kan niet. Andersom. Die neus was al een kwartier binnen, toen kwam die man pas. Oh ja, weet ik veel. In ieder geval, die man wilde dus een neus, andere neus. Ik zei, nou, ik zeg, is dat niet gek, twee neuzen? Nee, zegt die man, in plaats van. Ik zei, nou, dat wordt een neusoperatie. Nou, die man schrok natuurlijk, hè, neusoperatie, dokter, zou dat wel lukken? Ik zei, nou, we gaan het proberen, maar het blijft een gok natuurlijk, hè. Dat begreep hij. Geslaagde operatie, alleen vrij aan de prijs. Man moest 25.000 gulden betalen. Zegt die schrok zich helemaal te platter. 25.000. Ik zei, nou, als echt problemen geeft, kunt u mij altijd in 12 of 24 termijnen betalen. Zo zei die man, dat is prettig. Alleen op die manier lijkt het net alsof het om een nieuwe auto gaat. Ik zeg, dat gaat het ook. Je hoort mensen begrijpen vaak niet waarom operaties zo duur moeten zijn. Maar kijk, het is natuurlijk heel precies werk wat wij moeten doen, hè. En we mogen absoluut geen fouten maken. Maken natuurlijk wel eens een foutje. Ik heb zelf ook wel eens een blundertje gemaakt. Vorig jaar nog moest ik bij een patiënt zijn amandelen knippen. Maar ja. Heb ik er erg in dat hij verkeerd om op de operatietafel gaat liggen? Kan niet overal op letten natuurlijk, hè.
Maar goed, we zijn er zo'n beetje doorheen wat betreft deze reis. De romp is verder niet interessant. Het hoofd, dat ziet u wel, dat is geen gezicht. Dus ik ga het zo'n beetje afsluiten. Ik heb alles besproken. Oh, hier ligt nog wat. Jee. Dat is een lullig dingetje, hè? Ach, God. Nou ja, het is nog een droog kloot. Theo. Theo Video. Ze noemen mij zo omdat ik altijd met die camera in de rondte loop, hè. Ik ben namelijk een van die guitige personen, hè, die altijd van die kostelijke filmpjes opstuurde aan het programma van die Linda van de Mol. Van dat je de leukste thuis moest wezen. Met die home video filmpjes, weet u wel? Oh, ik heb er heel wat gemaakt van die filmpjes, hoor. Kleine kinderen die op de reet vielen. Oude mensen die tegen een boom knalden, weet je wel. Maar ja, daarom ik denk ik neem hem hier ook even mee naartoe. Want in zo'n theater kan ook van alles gebeuren. Hoe vaak lazen het er niet een van begonnen. Nou, je moet altijd opletten, hè? Als het gebeurt moet je gelijk vastleggen. Want bij die Linde van der Mol kun je zo 10.000 gulden vervangen voor zo'n filmpje. Nou, ik heb al heel wat filmpjes opgezuurd aan die Linde van der Mol. Maar er is er nog nooit één uitgezonden. Waarom begrijp ik ook niet, want de een was nog leuker dan de andere. Ik heb nou weer een paar van die filmpjes voor haar. Die stuur ik ook weer anderen op. Maar als deze hem ook weer niet uitgezonden wordt, dan is dit wel de laatste keer geweest. Ik doe er dan ook een pittig briefje bij. Waar heb ik hem? Ik heb het niet zitten schrijven. Oh, die ligt daar nog. Hallo. Ligt daar die brief van Linda van der Mol? Ik heb net een brief zitten schrijven. Begrijp je nou zelf ook niet dat je vreselijk in de weg staat met dat ding? Hé, Linda van der Mol. Een brief van Linda van der Mol. Heb ik net zitten schrijven. Een brief van Linda... Nou, of die water ziet branden. In ieder geval, ik heb geschreven aan die Linda van der Mol. Nee, je krijgt geen vis meer. Ik heb geschreven aan die Linda van der Mol. Dat ik, wat is er nou? Heb je weer een tekening voor me gemaakt? Ik word er gek van. Nee, weer een tekening. Nou, is het weer niet lekker en terug. Hoe kom jij nou aan die brief? Die had daar met... Hoe kom jij nou aan die brief van... Hé, wat? Zit het nou beter in je nieuwe gebied? Blijf het nou goed zitten, ja. Ik heb geschreven aan die mevrouw de Mol. Beste Linda. Kan mij niet schelen. Het afgelopen seizoen heb ik weer met spanning zitten kijken naar jouw programma De Leukste Thuis. In de hoop dat er nou eindelijk van mij eens een keer een filmpje tussen zou zitten. Maar nee hoor, ben je niet. Hoe kan dat? Waren mijn filmpjes soms niet leuk genoeg? Mijn filmpje waarin je een jongen op de fiets met een walkman op zijn hoofd fluitend onder de tram terecht ziet komen, was toch wel een regelrechte gillen, dacht ik zo. Maar uit zijn de oma. En dan de filmpjes die ik op onverwachte momenten van mijn vrouw heb gemaakt. Die waren er ook om gek te worden zo leuk. Neem nou die ene toen ze in Artis door een gorilla dwars door de tralies de kooi werd ingetrokken. Die gorilla trok al haar kleren van het lijf terwijl zij riep, help, help, wat moet ik doen? Je hoort mij dan duidelijk van achter de camera roepen, zeg maar dat je hoofdpijn hebt. Maar uitzende homa. Trouwens, wat te denken van die opname van mijn zus, die tijdens haar optreden als hartsenpoester in plaats van haar glazen muiltje haar glazen oog verloor. Wat hebben wij daarom gelachen? Oh ja, ja. Wie heeft dat er nou tussen zitten schrijven? Oh ja, ja. Heb jij dat er nou net tussen zitten schrijven? Oh ja, ja. Tjoh, moet ik daar om lachen, zeg. Daar moet ik wel even enorm om schudden buiken, hoor. Heb die met een pollootje, hij hier, hij. Heb die met een pollootje, oh ja, ja, ertussen geschreven, hij hier, hij. Heel knap. Heel knap. Sowieso knap, een muzikant die kan schrijven. Wat hebben wij erom gelachen? Oh ja, ja. Ik stuur u weer een klapper op, Linda. Maar als deze nu ook niet aangezonden wordt, dan is dit wel de laatste keer geweest. Deze keer heb ik mijn zwager gefilmd, terwijl hij nieuwe dakpannen op zijn dak aan leggen is. Alhoewel, zover komt hij niet. Oh nee, nee. Je moet hulp gehad hebben, dat kan niet anders.
Geen mens kan twee van zulke knallers achter elkaar verzinnen. Met wie heb je dat gedaan? Met het hele spul, met 12 man, met het hele orkest. Heel knap. Met 12 man heb je van oh ja, oh nee gemaakt. Geweldig. Komt wat humor omhoog, hè, uit zo'n bak. Oh, dat is gier, hoor, daar beneden. We noemen het dan ook wel eens de gierput. Alhoewel, zover komt hij niet. Oh nee? Nee. Zodra mijn zwager op het dak is aangekomen, glijdt hij namelijk meteen uit. Hij slaat met een dubbele salto achterover het dak af. En alsof dat nog niet leuk genoeg is, komt hij ook nog even terug. Dat kwam omdat hij op de drooglijnen terecht was gekomen. Daarna gaat hij in één keer naar beneden met een enorme klap dwars door het gesloten open dak van zijn nieuwe Fiat Panda heen. Hij breekt daarbij zijn arm, zijn been, zijn gebit en zijn nieuwe bril. Wat hebben we gelachen. Oh ja. Ja. Daar hebben wij enorm op gelachen, ja. Wij wel, ja. Er komt op dat moment, Linda, een ambu. Zie ik hem wel langs. En die zien mijn zwager daar de lambada leggen doen. Dus die beginnen meteen de strijkplank uit te laaien. Ik denk, laat ik dat er even bij filmen, Linda. Dan heb ik een afgerond verhaaltje. Goed dat ik dat gedaan heb, want bij het inladen van mijn zwager gleed een van die zieke broers uit. En kwam met zijn voorhoofd op de bumper van zijn eigen ambu-ziekenwagen. Bloeien die vent als een fontein. Nog link ook natuurlijk, want als je niet uitkijkt komen die spetters op je lens. En dat zou je altijd zien op zo'n moment. Niemand in de buurt om te helpen. Ik kon ook niets doen. Waarom niet? Ik moest blijven filmen! Lees het dan! Dus mijn zwager was op dat moment de enige die zich nog een beetje kon bewegen. En die moest dus in zijn eentje die twee zieke bozen in die ambu-ziekenwagen hijsen. En er zelf mee naar het AKK-ziekenhuis rijden. Nou, dat viel niet mee met een gebroken benen, gebroken benen, gebroken arm en een gebroken bril. En de wegvragen ging ook moeilijk. Hoezo? Omdat ze gebit in tweeën lag. Oh ja? Ja. Dus toen dacht ik, daar komt niets van terecht, Linda. Laat ik toch maar even helpen. Toen ben ik uit de struiken gekomen en heb ze met heel veel moeite uiteindelijk met z'n drieën op de tram gezet. Al met al, Linda, een knaller van een filmpje voor jouw nieuwe programma. En ik hoop dan ook dat je het nu eindelijk eens een keer uitzendt. Oh ja? Ah, gaat op je kop. Ja, en zo zijn we dan ver gekomen al aan de derde ronde. En u weet wie de derde ronde hebben gehaald. Ons sympathieke bruidspaar, het echtpaar Uilenstein. Ja, daar zijn ze. Heel gezellig. Je ruikt de roze geuren. Je ruikt de roze geuren. Je ziet de maneschijn. En je ziet de maneschijn. Ik heb hele kleuren. Ja, de maneschijn. Zal er nooit nog en immer meer zijn. Nee. Zo, hele harte. Nee, zo is het goed. Ja. Waarom heus me zo wat heen? Hadden we geen, Heb de vast geweest. Alles leuk, hè? Wij gaan naar gaan. Denkt u aan uw tijd? Aan uw tijd denken? Natuurlijk. Ja, goed. Ja. Het echtpaar Uilenstein. U ziet er heel anders uit als op tv, Ron. Ja? Heel anders, ja. Leuk. Ben je gekrompen? Ik begrijp het niet. Ik begrijp het niet. Op de tv altijd langer. Veel langer lijkt je op tv. Lijk ik langer op tv. Staat u normaal op een kistje of zo? Nee hoor. Nee. Maar laten we aan de tijd denken. Natuurlijk. Heel belangrijk. Heel belangrijk. Exact. Heel belangrijk. Wat we wel graag nog even willen weten, dat heb ik in het begin niet gevraagd. Nee. Hoe is uw voornaam?
Ja, is dat de eerste vraag al? Nee, zonde, ik wist het antwoord. Zonde. Nee, dat is om wat dichter tot elkaar te komen. Oh, ja? Oh ja? Natuurlijk. Goed. Oké. Hoe is uw voornaam? Mijn voornaam? Ja. Nico. 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 Hartelijk welkom. Nico. En uw ja, charmante bruidje. Ja, Kobi Rob. Kobi. Ja. Ja, ah, ja. Zij heet Kobi, ja. Fijn, dan maar weten we dat. Maar ik zeg altijd hey tegen haar. Pardon? Ik zeg altijd hey. Hey. Hey, zet de vuilnisbakken buiten. Gaan we eten. Hey, ga eens op je rug liggen. Weet je, altijd ja. Zo kan hij wel weer, hè? Ik hoop dat u me niet kwalijk neemt dat ik maar liever Kobi zeg. Weet je dat je steeds mooier wordt? Dank je, Nico. Zullen we er even bij blijven? Geintje. Wat we altijd graag willen weten... Ja, natuurlijk. Waar wil iedereen weten? Hè? Natuurlijk. Waar hebben jullie... We willen allemaal weten, maar we willen het wel vertellen. Waar hebben jullie elkaar voor het eerst ontmoet? Dat was op de kermis. Ik heb haar liggen gekend op de kermis. Ja, was de kermis? Ja, in het spookhuis. Leuk. Spookhuis? Ja, ik had een kaartje gekocht. Ik rijd naar binnen, ik ga de hoek om. Bang, daar stond ze. Hey, ja. Zult u wel geschrokken zijn? Nou, ik was al wel gewend, want ik had de moeder zitten. Die zat in de kassa. Laten we maar ter zake komen. Laten we verder gaan met de quiz. Laten we beginnen met de laatste ronde. Ga eens even een stapje achteruit. Hey, ja, twee, ja, achteruit. Ja. Dan zien we de drie duiveltjes die nog overgebleven zijn. En we gaan kiezen. 4, 2 of 8. Dan kiezen wij 2. Dan nemen we 8. Oké, we nemen 8. We nemen 8. En we gaan even kijken wat dat is. Spanning. Dat is de gevatheidsvraag. Oh, dat komt goed uit, want ik heb toevallig vorige week kou gevat. Dus dat komt goed uit. Hoe bedoel je dat? De gevatheidsvraag. Nee, dat heeft niks met kou vatten te maken. Dat heeft te maken met een gevat antwoord. Hallo. Sorry. Ben je erbij blijven? Ja. Oké. Nou gaat Kobi even naar het geluiddichte hokje. Ja, moet als Veronique even wil komen. Oh. Mijn assistente Veronique, dames en heren. Gezellig. En die neemt Kobi mee naar het hokje. Naar het geluiddichte hokje. Zo'n hokje, hoor. Ja. Zo, en dan gaan wij even verder voor de gevatheidsvraag. Ben je er nog? Ja, oké. We stellen ons voor, jullie hebben s'avonds een gezellig avondje. Oh, ja. Een gezellig avondje thuis. Oh. Dat is wel eens leuk. Oh, dat is zeker gezellig, ja, en bij ons jullie thuis. Beste vriend komt op bezoek. Oh, tieners, daar gaan we altijd mee gaan vissen. Oh, dat weet ik niet. Ja, vriend, maar tieners altijd, er, daar gaan we even vissen, ja. Nou, oké, dus dat is gezellig. Tieners is gezellig. Met z'n drietjes gezellig thuis, ja, borreltje erbij, je weet hoe dat gaat. Nou, wacht even, wat is er? Drinkt mijn vrouw ook mee? Ja, natuurlijk, jullie maken het toch met elkaar gezellig? Zou ik niet doen. Waarom niet? Mijn vrouw kan heel slecht tegen drank. Die kan er niet tegen. Die wordt altijd ordinair als ze drank op hebben. Nou, dat is een gaat beetje... Gaat ze altijd naakt op tafel liggen en zo. Dat soort dingen gaat ze doen, hè. Kan mij niet schelen, maar het is, dan... kan mij niet schelen, maar het is slecht voor de zoutjes, hè. Dan krijgt zij dat niet. En de dipsaus kan je ook weggooien, dus ja. Het is niet gezellig voor de visite ook, hè. Geven we haar een tomatensapje. Tomatensapje. Ja. Kunnen we proberen. Ik weet niet hoe het valt, maar in ieder geval glas zonder voetje. De heren een borreltje, vrouwtje tomatensapje. Vrouwtje tomatensapje. Stemming komt er lekker in. Van één borreltje? Nou, dan nemen we er 3. Nemen we er 3. Kijk, okay. Dat is betere werk. Laten we de fles op tafel zetten voor de zekerheid. Goed. Ja. Op een gegeven moment staat Kobi op. O jee. En ze zegt tegen jullie beste vriend Tinus. Tinus, ik ben een beetje moe geworden. Ja. Zullen wij samen boven gaan liggen? Hallo? Wat is dan uw gevatte antwoord? Wat zult u daarop zeggen? Denk aan de tijd. Zij gaat boven met Tinus even liggen. Ja, ja. Nou, dan zeg ik, Tinus, heb jij nog maaien? Zeg ik. Heb jij nog maaien? Tinus, heb jij nog maaien? Dat zeg ik altijd tegen Tinus. Tinus, heb jij nog maaien? Hij heeft altijd maaien bij hem. Als we gaan vissen, dan zorg hij voor de maaien altijd. Dat is het enige wat we tegen elkaar zeggen. Met vissen praat je niet veel, hè? Tinus, heb jij nog maaien? Maar weet u nou zeker als uw vrouw met die vriend naar boven wil dat u zegt, Tinus, heb je nog maaien? Ja, ja. Dat weet u zeker? Oké, dan mag Kobi weer terugkomen uit het geluiddichte hokje. Nou, hoeft niet, hoor. En wel is ze weer. Ik vond wel benauwd, ja, en dan gaan we even opletten, hè? Ja. Ja. Goed, het gaat dus om het gevatte antwoord dat uw man gegeven heeft. Ja, stel u voor, u zit gezellig een avondje thuis met uw man. Hallo, blijf daarbij. Ja. U zit gezellig een avondje thuis met uw man en uw beste vriend, Tinus.
He, jullie drinken een borreltje, stemming zit er goed in. Op een gegeven moment bent u wat moe. En u zegt tegen Tinus, zullen wij even boven samen gaan liggen? Wat zal uw man dan antwoorden? Denk aan de tijd. Snel gezegd worden. Ja? Tinus, heb jij nog? Nee, u mag zich er niet mee bemoeien. Nee, geen woord. Mondje. Tinus, heb jij nog? Ja, zeg het maar. Heb jij nog? Zeg het maar. Niks stil. Heb jij nog? U mag niks voor zeggen. Nee, ik werk voor mezelf. Ik loop even te rakketak. Ben je nou het gras maaien? Gras maaien. Fout. Jammer. Heel erg jammer. U zou zeggen, heb je nog maaien? Ja, maar graag maaien, dat zijn de beste. Je hebt de zandmaaien, je hebt de barremaaien en de grasmaaien. Ja! Dus een soort kwaliteit. Kwaliteit, de graasmaaien. Ja, oké, dan zal ik zo doen. Vind je het lekker? Nee, ik bedoel, dan wil ik het door de vingers zien en dan keur ik het goed. We gaan even weer een stapje opzij. Zijn nog twee duiveltjes over. Welke kiezen we, Kobi, de vier of de twee? Ik hou het op twee. Oké. Dan nemen we vier. Goed. Pakken we het briefje eruit en wat zien we? Dat is het behendigheidsspel. Ik dacht dat er anders op stond. Laten we nog een behendigheidsspel, absoluut. Daar komen mijn assistentes Sandra en Veronique. Zij zetten twee stoelen neer. Ja, op de stoelen ligt een pompje. Ja. Aan het pompje zit een slang en aan het uiteinde een ballon. De bedoeling is dat jullie op het pompje gaan zitten wippen, zodat het ballonnetje opblaast en binnen 30 seconden moet het klappen. Ja, is dat duidelijk? Ik heb even niet opgelet, sorry. Je moet wippen en pompen tot het ballonnetje knapt. Ga ervoor. Ja. Tijd gaat nu in. Oh, ja. Wippen. Come on. Ja, oké. Okay. Even aanmoedigen. Go, 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 stap er maar uit, ik kan er niet uit. Stap er uit. Ik zit aan de muur. Kom eruit. De tijd loopt. Kom er nou toch uit, man. Alles aan. Dat moet ik. Ja. Stop. Wat moeten we daar nou mee? Nou, wij kunnen wippen voorlopig wel vergeten. Dat is een fout met de stoel. Ik denk dat ik toch maar even zo moet doen. Ik denk dat ik het toch maar goed moet rekenen. Wat is dat nou jammer? Goed, maar we gaan de tijd natuurlijk niet verliezen. Een stapje naar opzij. En ik ga kijken bij het laatste duiveltje. En daar staat de zaalopdracht. Drie. We zien hier alle mensen in de zaal en jullie gaan met z'n tweeën de zaal in. Ja. En jullie gaan... 50 mensen. Nico, blijf erbij. Jullie gaan 50 mensen hier in de zaal een hand geven. Oh. Binnen 30 seconden. Tijd gaat nu in. Gewoon. Kom maar. Kom maar. Oh, schiet op, Nico. Kom in, doorlopen. Schiet op. Werk mee, hey, dames en heren. Loop nou. Loop nou door. Kom bij, vrouw. Schiet dan op. De tijd is om. Tijd is om. Heb je het voor elkaar, WC1? Tijd is om. Kom maar zo snel mogelijk naar boven. En wij geven het echtpaar Uilenstein een geweldig applaus voor hun sportieve medewerking. Dat ze dat hebben gedaan in een gigantisch tempo. Kom maar snel hierheen. Snel.
Kom maar. Nico en Kobi. Kom gauw. Maar ja. Helaas. Wat? Je hebt maar 49 handen geschud. 50. Ja. Halt. Treintje. Treintje. Helaas. Wat is dit? Mijn blijk van teleurstelling. Oh, dat is een truc. Ja. Jullie hebben niets gewonnen. Zeker teleurstelling. Ah, heel erg jammer, maar toch heel hartelijk bedankt voor de sympathieke medewerking. Maar hebben wij voor u ook een teleurstelling, hè? Huh? Voor mij? We hebben ook een teleurstelling. Het was niet de bedoeling dat ik iets zou winnen, dus... Dit is mijn vrouw niet. Dus jullie zijn helemaal geen echtpaar. Ik zal het zeggen, want dat is helemaal geen vrouw die ze verkleden vindt. Hoppa, koko. Geintje. Geintje. Maar als jij dan een fan bent, wat is hij dan? Ik ben zijn vrouw! Ja? Ja, nu ook niet gedacht, hè, dat ik ook nog even binnen zou komen, hè? Ja? Nou, u moet allemaal de groetjes hebben, Maria. En de rest van de regering, maar vooral voor Ria. Ach, ik ken Ria al zo lang. Ik ken Ria nog uit de tijd dat ze nog typiste was, hè? Ria was typiste. Ja. Geen goeie, hoor. Nee. Ze deed soms wel een hele dag over één brief typen. Ja, dan kwam iedere keer als het belletje van de schrijfmachine ging, dacht zij dat het koffiepauze was, weet je wel. Maar goed, ik ben blij dat ik hier even ben, want dan ga je horen in die Tweede Kamer, dan krijg je ook een kunstkop van op de deur. Zit de hele dag te bezuinigen. Er komen steeds geld tekort, hè. We hebben een gat in de begroting. In Dales kende drie keer in. Maar ik heb er wat op gevonden, hè. Ja. Ik heb tegen alle jongens in de kamer gezegd, ik zei, jongens, jullie moeten je allemaal op gaan geven voor die televisiespelletjes van tegenwoordig, hè. Want daar kun je goud mee verdienen, hè. Nou, dat vonden ze zo plan. Wim Kok ook. Wim Kok. Wim Kok. Het is een aardige man, hoor, maar hij maakt vaak domme fouten. Kan die zelf niks aan doen, hoor. Komt door zijn opleiding, hè. Je hebt die niet gehad, hè. Nee, voordat hij in de kamer kwam, was die controleur op een bananenfabriek. En daar hebben ze hem na een week al ontslagen. Hij gooide alle krommen weg. Maar goed, hij doet wel mee met die spelletjes. Hij heeft zich opgegeven voor doet hij het of doet hij het niet. Dus hij zal het wel niet doen. Dan hebben we nog Hans Alder van Meleu, weet je wel. Hans Alder van Meleu. Die met de professor Zonnebloemenhoofd, zal maar zeggen. Die heeft zich opgegeven voor de eerste de beste van de Tros. Ja, hij kent namelijk wel 2000 telefoonnummers uit zijn bloedhoofd. Ja, ik weet niet welke namen erbij horen, maar het is toch knap, hè? Nou, Mai doet niet mee, maar dat hoeft ook niet, hè? Mai, die brengt al genoeg op, hè? Het openbaar vervoer, dat loopt als het terrein, hè? De bussen zitten afgelaaien. Ik had vanmorgen zelf nog een bus, die was zo vol. Zelfs de chauffeur moest staan. Ik denk, nou, dat gaat goed, hè? Nee, dan hebben we nog Ien, die heb al meegedaan in een televisiespel in Dales, heb je niet gezien? Toppendansen. Ja, ze is 2 uur blijven drijven. Zonder toppen. Ze krijgt nou een eigen televisieshow, een talkshow. Rondom Ien. Nee, dan hebben we nog die Deetman, die voorzitter bij ons uit de kamer, met die hamer, weet je wel.
Die heeft zich opgegeven voor puzzelfavoriet van de NCRV. Kan goed puzzelen hoor, die deed man. Ja. Geen moeilijke puzzels hoor. Een beetje van het is geel en het zit in een kootje. Maar daar is hij toch de hele middag mee bezig hoor. Pas tegen de avond hebt hij hem hè. En dan vult hij hem ook in hè. Blokkie kaas. Is natuurlijk niet goed, maar ja, dat vertellen wij hem niet hè. Hij doet wel meer gekke dingen. Ik zag al vanmorgen nog bij de uitgang van Vroom en Dreesman was hij al 3 kwartier bezig om de draaideur dicht te gooien. Ik denk, nou, ik kom zelf net terug uit Amerika. Ik was even met Van den Broek in Amerika. Lachen, joh. Ach, met die Van den Broek kun je zo lachen. Op de terugweg, ook in het vliegtuig, deed hij ook weer zo gek, hè. We waren net opgestegen van Amerika, steekt hij ineens zijn hand uit het raampje van het vliegtuig. Hij zegt, Ruud, ik zeg ja. Hij zegt, we zitten boven New York hoor. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik voel het toppie van het vrijheidsbeeld. Even later steekt hij weer zijn hand uit het raampje. Hij zegt, Ruud, ik zeg ja. Hij zegt, we zitten boven Parijs hoor. Ik zeg, hoe weet je dat? Hij zegt, ik voel het toppie van de Eiffeltoren. Even later steek ik mijn hand uit het raampje. Ik zeg Van den Broek. Hij zegt ja. Ik zeg we zitten boven Amsterdam hoor. Hij zegt hoe weet je dat? Ik zeg ze hebben mijn horloge gejaagd. Ja. Geinig allemaal hè. Maar goed, ik word er weer vandoor. Ik heb zo meer te doen. U hebt dus allemaal de groetjes van Ria en de rest van de regering. En ik sluit weer af met mijn wekelijkse kreet. En u mag hem allemaal weer meedoen. Tuut, tuut, tuut. De groetjes van Ria. Hey, lieve schat, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik ben vast naar bed gegaan. Ik was een beetje moe. Ja, perfect. Briefje in de melkfles. Hoppa. Dat is ook wat de deur vallen. Dat is lekker, sta ik op de gang. Nou, dan komt er iemand langs en zie me hier in mijn pyjama lopen. Die denkt dat ik niet goed bij mijn hoofd ben geworden. Ja, dat is dan nog maar genoeg. Oh, God. Dat was niet leuk. Dat was niet leuk, dat was een feest. Het is... Ja, maar Gertrud, wat stelt dat voor? Nou, dat zie je. Dat is de buurman. Is een pyjama. Ja, ik probeer jou al die hele week zo pakken te krijgen. Wanneer betaal jij mij nu eindelijk is die 5000 gulden terug die ik jou geleend heb? Stil, halt! U begrijpt het niet, ik loop te slaapwandelen. Ik loop te slaapwandelen. Mensen die slaapwandelen moet je nooit wakker maken, dat is heel gevaarlijk. Ja. Dat moet je nooit doen. Nee, dat is zo. Dat is nou toevallig goed afgelopen, maar voor hetzelfde geld gaat dat fout. Nee, dat is nooit, waar. Echt nooit, u weet nee, mevrouw. Nee, dat heb ik ook ergens gelezen. Mevrouw, ja. Dat is heel gevaarlijk. Heel gevaarlijk. Nou, weet u wat, dan bellen we u morgen als u wakker bent, hè? Wil u doen, dan wandel ik even verder. Heel goed, natuurlijk. Nou ja, dat is toch, ja, waanzin, ja, die idioot. Ik ga aan het lopen, niet alleen die dag maar. Wie bestaat een 4 uur? Goedenavond. Goedenavond. Gertrud. Alarm! Buurtje! Ja, wie is... Oh, ben jij dan? Ik heb problemen. Ik kan mijn deur niet in. Mijn deur is dichtgewaaid. De deur viel in slot. Jonge, 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 de deur is dichtgewaaid. No, 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 no. Kijk uit, daar valt hij eraf. Wie maakt er nou zo'n heisa over het feit dat die deur dichtgewaaid is? Ik kan het er niet in. Je belt aan en dan doet je vrouw weer open en klaar is Kees. Briljant natuurlijk, okay. Dat ik daar zelf niet aan denk. Nee, dat is juist het probleem, daar aan bellen kan. Natuurlijk niet, mevrouw is er niet. Er is niemand thuis, daarom kan ik die deur niet. Is je vrouw s'avonds laat in deze dood? Ja, ze zit op cursus, dus daarom dacht ik nou, maar als ik nou bij jou even binnen kan wachten. Dat wist ik helemaal niet. Wat? Dat jouw vrouw een cursus volgt. Ja, dat is keur. Maar zeg, vertel eens even, wat volgt zij voor een cursus? Oh, een cursus. Maar als ik nou bij nee, jou. Ja, maar dat vind ik interessant, zeg. Kunnen we zo verbabbelen met elkaar? Koken zonder pannen. Maakt nou even niet uit. Laat mij nou even rustig binnen koken wachten. Koken zonder pannen, daar heb ik nog nooit. Dat bestaat toch niet? Het gaat kun je nog koken niet, zonder pannen?
Zij doet die cursus, dan kan ik ook één keer in de week op cursus. Dan hebben we elkaar. Wat hoor ik nou? Wat nou weer? Jij volgt ook een cursus. Ja, ik zit ook op cursus. Ach, wat interessant. Vertel mij eens wat voor cursus jij volgt. Dan kunnen we daar eens over babbelen. Helemaal, ik wil gewoon. Dat vind ik interessant. Dat is gesprekstof als we bij elkaar komen. Wat voor cursus volg jij? Naaien zonder garen. Hoor ik aan de binnen. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Dat hoeft ook niet. Ik wil alleen maar binnen wachten tot zij weer thuis komt. Ja, wacht even. Dat doe ik niet. Want wie weet hoe lang je vrouw nog wegblijft, zeg. We moeten... Lekker, buur. Stil. Wat is? Ik krijg een brainwave. Godverdarrie, waarom doe je dat niet ergens anders? Dat is toch... Ik heb hem. Wat? Je gaat mijn appartement in, inderdaad, maar dan ga je over het achterbalkon naar het jouwe. Je gaat via het slaapkamerraampje naar binnen en je opent de deur. Dat is toch levensgevaarlijk, via het achterbalkon? Hoezo dus levensgevaarlijk? Wat is dat nou voor onzin? We hebben toch een stevige flat en een stevig balkon? Oké, op jouw verantwoording, ja. Jouw verantwoording. Maar mijn verantwoording, dat heeft er helemaal niks mee te maken. Maar doe dan wel voorzichtig als je er bang voor bent. Die is gek. We hebben helemaal geen achterbalkon. Ik leg gelijk 3 meter beneden. Dat is een foutje mijnerzijds. Oh, gelukkig. Ja. Stil! Wat is? Ik krijg een brainwave. Ik moet een beetje overgeven, weet je dat? Ik moet een beetje overgeven. Ik doe het allemaal om je te helpen, zeg. Wat is dat nou? Je gaat gewoon via de dakgoot. Hup, dakgootje. Zo gaan we langs het dakgootje naar de eigen kamer. Ik vind het al gevaarlijk als ik er zo naar kijk, weet je dat? Dat is best mogelijk, dat kan. Ik ga het weer proberen, hè. Als ik binnen een half uur niet terug ben, was er ook geen dakgoot. Doe het inderdaad wel. Hé! Hey! Nee, nou gooi je mijn deur dicht. Hallo! Zeg, hallo! Nou ja. Tada! Perfect idee. Ik heb even een dakgootje gebakken. Bop, mijn slaapkameraampje in. Helemaal geen perfect idee. Kijk nou, mijn deur is hermetisch gesloten. Dat is ook stom, ze hebben gooit naar zijn eigen deur dicht. Nee, dat heb jij gedaan. Doe je mooi naar binnen. Geen dat natuurlijk. Dat is dat toch? Slaapwandelen. Wat is dat? Een dobbele nachtmerrie onder 2 kamers. Zeg, zo'n besmettelijk zijn dat slaapwandelen. Aan Gertrud, bemoei je daar niet mee. Ik waarschuwe dich. Ik gehe die politie. Ja, kom maar, wij gaan naar binnen. Ja. Goedenavond. Dat is toch idioot, dat? Zeg, wat zijn wij hier gaan doen, Otschep? Nou, hij heeft niet goed bij zijn hoofd. Die krijgt nog geld van me, die van boven, dus die, ik heb hem uitgelegd. Als ik slaapwandel, moet je niet wakker maken, het is gevaarlijk. Oh, vandaar dat ik ineens moet slaapwandelen. Zeg, maar ik ga naar bed toe, anders wordt het veel te laat. Ja, wacht nou even, ho, mijn deur is nog steeds dicht. Oh. Zal even lekker worden. Wacht even. Wat is er? Nou krijg ik er een, hè. Wat? Nou, zo, hoe heet die? Een theezeef. Nou, heb ik er een. Ja. Kijk, ik ga even bij mij naar binnen, pak weer even het dakgootje, ik ga jouw slaapkamer in, maak aan de binnenkant je deurtje open en je gaat naar binnen. Nou, goeie buur. Heel goed. Goeie buur. Very good, old chap. Heel goed. Hoef ik niet te doen, doe ik. Nou ja, leuk. Hoef je niet te doen, uiteindelijk hebben we de hele zaak aan jou te danken. Nou, wat is er? Wat? Ach, kindje. Oh, meneer, wat ben ik blij dat ik u zie. Wat is er? Er is een hele enge man in mijn slaapkamer. Een enge man? Een hele enge man. En rustig. U moet me helpen. Rustig maar. Deurtje open. Dat is hem. Jij? Dat is hem. Bij dat meisje naar binnen. Oh, verkeerde deurtje. Ja. Verkeerde deurtje. Ja, dan je toch maak een fout. Ik zie die vuile gordijnen hangen. Ik denk, dat moet bij jou zijn. Oh, ja. Bij mij vuile gordijnen? Dat is toch zeg nog beledigend of midden in de nacht. Hey, dat is aan je Slaapwandelen. Dat is veiliger. Ik wil geen volksoploop voor mijn tuur midden in die nacht, Gertrud. Kijk nou, ze hebben er een ander clubje van gemaakt. Ja. Ik ga je die... Ja, jij gaat de politie bij bellen. Kom nou maar. Ja, die politie. Ja, klingel. Ja, hoor, het is goed. Ga nou maar naar binnen. Goedenavond. Idioot. Doe me dat toch een plezier.
opgelost. Hè. Wat een gedoe, zeg. Ja, wat een gedoe, zeg. Wat wel, zeg. Wat een toestand. Wat een toestand, mevrouw. Blijven u er ook tussen, mevrouw. Ja. Wat een toestand. Het is zo kind. Ik ga maar weer lekker naar bed. Gaat u lekker liggen, ja, weer? Doe dat maar, hoor. Ik kom er zo aan. Welterust, hoor, kleintje. Niet vervelend. Hè, hè. Maar wat een gedoe. Nou zitten we toch nog met een probleem. Nou is mijn deur ook dicht. Nou is haar deur ook dicht. Heb je het voor me gehad, hè, met je gedoe? Heb je het voor me gehad? Ik? Dat heb ik niet gedaan. Kijk, die stond er binnen, mevrouwtje. Door de brievenbus waarschijnlijk. Tje! Ze is hier al lang. Maar wat doen we nou? Nou is haar deur ook hermetisch gesloten. Oh, nou ja, ik heb al een idee. U bent gek, weet u dat? Ten u? U bent gek? Waarom? G-E-K. Gek. Weet u waar u bent? Ja. U bent een maatkikker, een M, nee! Dat doen we niet, hè? We houden de handjes mooi thuis, ja? We gaan niet eens met de kikker. Wat doen we nou? Nou, ik krijg er weer een. Wat nou? Wat is dat nou? Zeg het nou. Hoe heet zo'n ding? Wat is dat? Wat ik heb. Wat jij zegt? Ja. Wat bedoel je? Een brainwave. Perfect. Mooi. We gaan bij je van boven naar binnen. We gaan bij hem naar binnen. We slaapwandelen naar binnen. Slaapwandelen. We bonzen op de deur, we slaapwandelen naar binnen, pakken het dakgootje achterop, ieder zijn eigen slaapkamerraampje in, voilà, opgelost. Alle drie langs de dakgoot. Ik denk niet dat we daar vriendelijk ontvangen worden. We hoeven ook geen koffie meer gebak. Ik wil alleen maar naar binnen. Oké, slaapwandelen dan maar, mevrouwtje. Follow. Die boot, hoi! Ik geloof niet dat ik de mooiste plaats heb. Wil jij liever voorstellen? Oh, nee, alsjeblieft. Ik verdedig dat kind. Nou, het zit zo. Hoe zit het? Doe slecht dat enge ding. Het zit zo. Ik kan het uitleggen. Ik kan het uitleggen. Zo is het. Kijk, ik stond bij mij voor de deur, mevrouw. Moet u voorstellen. Ja. Ik deed even een briefje in de melkfles voor mijn vrouw. Ik ging vast slapen. Ja. Ik zet de fles neer en door de wind slaat de deur dus. Klaus, te staan alleen voor de deur met mijn melkfles. Tanten, kruis, neus, voet, glans, dans, blaas die dans. Zo, op Klaverschiebo geweest? Ik stond alleen voor mijn deur met mijn melkfles, dat was het probleem. Wat kan mij jouw melkfles schelen? Nee, mij ook niet. De melkfles, natuurlijk, u zegt hem, de melkfles. Perfect, de melkfles. Wat heb je nou over de melkfles? Wat ik denk er ineens aan. Ik had het voor mevrouw op een briefje gezet. Lieve schat, je hoeft je geen zorgen te maken. Ik was een beetje moe, ben vast gaan liggen. Maar de sleutel zit in de melkfles. Nou ja. Ik zou zeggen, wel trust allemaal. Nee. Hey. Nou, hè, ben blij dat we thuis willen, hoor. We zijn eigenlijk geweest, zoeken. Met de was aan de Costa del Sol. Daar sloeg ons hartje op. Jij sprak me van een morgen. Ik viel op je grote oren. Over de kanjes. En ik speelde op mijn gitaar. En ik streelde zacht door jouw haar. Nooit zal ik jou vergeten. Jou en de Costa del Sol. Ach, het was zo fijn. Bij maneschijn, bij maneschijn, en
jou en de Costa del Sol.